Mijn naam is Richard Rozemeijer, allemaal bekende gezichten toch ook wel. Een paar niet bekende. Joost ken ik ook al lang. En als hij het zo zegt, ik ben projectleider van die verwoesting aan de Nederlandse kant. Om hem zomaar even te koppelen met Joost. Ik ben projectleider voor de Grenspark Groot-Saaftingen, maar ook voor de uitvoering van de Hedwigpolder. En eigenlijk is dat een hele mooie combinatie waarin je die projecten bij elkaar kan brengen. En dat is mijn taak bij de provincie. En dat doe ik nu een aantal jaren. En Pieter Jan, daar geef ik even het stokje over, is eigenlijk... Pieter Jan, zeg het maar. Ja, ik probeer samen met Richard het grenspark te ontwikkelen. En we betrekken graag samen op, aangezien dat een effectief een grenspark is. Ik werk voor een intercommunale, eigenlijk een grensoverschrijdende intercommunale, de EGTS. Wij voeren allerhande grensoverschrijdende projecten uit. Maar het grenspark Groot-Saaftingen is daar momenteel het grootste project in. Dat is kort gesteld eigenlijk. En ik denk dat enkele van ons elkaar een keer eerder hebben ontmoet in Tilburg, wat ook een hele leuke bijeenkomst was. Ik zie wel wat bekende gezichten, heel leuk. En we vinden het echt prachtig dat we dit nu zo kunnen koppelen met elkaar. Die verschillende netwerken, die kennis die her en der zit, dat we dat nou mee kunnen nemen in onze verdere ontwikkeling. En Pieter Jan begint daarvoor een presentatie. Dat duurt ongeveer een kwartiertje. Zodat we hier kunnen meenemen, wat is dat nou precies, het grenspark? Heel goed. En misschien alvast voor de goede orde, als jullie vragen hebben tijdens deze presentatie, zet ze dan in de chat. Dan komen we daar later nog aan toe. Pieter Jan. Is er een makkelijke uitleg hoe ik die presentatie aan jullie allen toon? Onderin het scherm heb je een knop, share screen. En als het goed is, ben je gemachtigd als co-host om jouw presentatie dan te delen. Het makkelijkste werkt denk ik dat je je hele scherm gewoon deelt. Lukt dat? Ik zie niet de shared screen knop. Thomas, is Pieter Jan gemachtigd als co-host? Als het goed is wel weer. Ja. Anders kan Richard het misschien doen. Ja, ik heb het. Het is oké. Je hebt het? Oké. Net op tijd. Ja, nu komt er wat. Jullie zien de presentatie? Ja, graag nog even op fullscreen, Pieter Jan. Ja, alleen mijn knopje niet. Ja, daar komt het. We zijn vertrokken. Oké, we nemen jullie op een kwartiertje mee in een drafje doorheen het grenspark uiteraard. Mm-hmm. Als we naar het gebied kijken, dan zoals al eerder besproken hier vandaag ook, is er heel wat in ontwikkeling in het gebied. We hebben daar het bestaand gebied van Saafding is circa 3500 hectare groot. Maar er zijn ook heel wat gebieden in ontwikkeling. Aan de Nederlandse zijde is de Hedwigepolder in ontwikkeling, zo'n 295 hectare. En eigenlijk aansluitend daaraan is ook die Prosperpolder in ontwikkeling, 170 hectare. Dus meer dan 465 hectare die effectief ontpolderd zal worden. Dat hangt samen in Vlaanderen en in Nederland aan. Enerzijds het Sigma-plan in Vlaanderen. En in Nederland. En eigenlijk aan een aantal projecten die ook eigenlijk het netwerk van de Westerschelde, het natuurpakket Westerschelde vormen. Dat is enerzijds die ontpoldering. Tegelijkertijd is er ook nog een opgave in ons gebied, specifiek voor natuurcompensatie, die vasthangt eigenlijk aan de verdere ontwikkeling van de haven van Antwerpen. Die specifieke getallen kennen we daar nog niet van, maar het komt daar ook nog wel een aantal hectare bij, dat weten we wel. En dan spreken we toch over een aantal, meer dan 10, meer dan 100, een aantal honderden hectare die daar toch nog
aan aangesloten worden. Kortom, we zullen daar eigenlijk de komende jaren een natuurkern ontwikkelen van circa om en bij de 4500 hectare. Links zien jullie die foto van eigenlijk de Hedwigepolder een tweetal maanden geleden terug, waar dat enerzijds nog duidelijk die agrarische structuur toch zichtbaar is, maar anderzijds ook weer al de werken die de geulen eigenlijk, of die de oude geulen terug blootleggen. Dus niet alleen die Hedwigepolder, er zijn langs de Westerschelde nog tal van ingrepen, ook buitendijkse ingrepen, waaronder rechts daarvan is er daar een voorbeeld van de strek dan ter hoogte van Ossenisse. Die natuurontwikkeling die heeft heel wat voeten in de aarde gehad en heeft heel wat losgemaakt bij de mensen. En effectief wel grensoverschrijdend ook. In Vlaanderen en stilletjes aan in Nederland ook is het boek van Chris Stoop daar toch wel iconisch in. Dit is mijn hof. Maar in Nederland zijn er ook wel mooie documentaires gemaakt eigenlijk over die teloorgang van de Hedwigepolder en het verhaal daarachter. Kortom, het maakt heel wat los bij de mensen die effectieve ontwikkeling en het verandering van het landschap. Daar zijn we ook mee gestart eigenlijk als grenspark. Dus die natuurontwikkeling was de start. En dan tegelijkertijd ook dat sociaal weefsel, wat dat in ons gebied eigenlijk toch wel sterk verstoord was de voorbije jaren. Dat is het proces dat we aangevat hebben. En eigenlijk dat we gaan zoeken zijn, hoe kunnen we van protest in het gebied kijken naar een regioontwikkeling. Kijken naar hoe dat onze regio kan ontwikkelen. En daarvoor werken we samen met stakeholders, noemen wij die. Is eigenlijk mensen die een hart hebben voor de streek. En mensen die ook willen nadenken hoe dat een gebied kan veranderen. En daar ook effectief engagement voor willen opnemen. We zijn daar ooit gestart met 50 stakeholders en werken nu op geregelde basis samen met een circa 150-tal mensen voor tal van thema's eigenlijk. Van mobiliteit tot eigenlijk een streekwerk opzetten. Kortom, die stakeholders zijn voor ons heel belangrijk. De voorbije jaren hebben we eigenlijk het grenspark mogen ontwikkelen onder het hoedje van een Interreg-project. Een Interreg-project wat zich voornamelijk focuste op natuurontwikkeling. Onder andere kreekherstel, optimalisatie van de natuur. Geen schepenrasters, maar schapenrasters uiteraard. Dat had ook nog gekund. Maar onder andere vleermuistoren spoelen, beheerplannen opgemaakt en alles in een grensoverschrijdend verhaal. Vonden we heel belangrijk. Dat is enerzijds die concrete natuurontwikkeling was van belang. Maar tegelijkertijd wouden we toch ook het samen doen met de omgeving en het samen bouwen verder uitbouwen. En doorheen de jaren zijn we van die protest naar ontwikkeling gegaan. En niet top-down, zeggen we dan altijd. En ook niet bottom-up. Maar eigenlijk de koppeling maken. Wij noemen het graag dwars door het midden. Dat betekent dat we zeer sterk werken met een hart voor de streek en voor de omgeving. Dat betekent dat we ook gestart zijn met het denken vanuit de kwaliteiten van de plek, vanuit de identiteit. En het feit dat we veel mensen willen meenemen, dat we het samen willen doen, betekent ook dat het een traag proces is. Dat we de traagheid ook moeten gebruiken om het met iedereen samen te doen. En samen te doen, dan geef ik graag enkele voorbeelden. Die stakeholders hebben we al aangehaald, dat is een voorbeeld daarvan. Maar de voorbije jaren hebben we ook intensief gewerkt aan ontwikkeling van een gastherennetwerk, een gastvrouwennetwerk, wat ondertussen een dertigtal ondernemers stelt, waar dat we ook samen mee optrekken om thema's op te nemen van toeristisch en recreatieve aard. Anderzijds zijn we ook zeer sterk, of zijn we toch zeer sterk in dialoog met landbouwers om te kijken naar die ecologisch-economische uitdaging. En om ook te kijken in die buitenschil wat dat de uitdagingen van morgen zijn. Naar verdroging, naar vernatting, naar verzilting. Kortom, die thema's, hoe kunnen we die samen met landbouwers opnemen? Je voelt al waar dat we eigenlijk gestart zijn met die puur natuurontwikkeling en die ontwikkeling van die natuurkern in het centrum. Zijn we er voorbije jaren geëvolueerd eigenlijk naar een veel breder gebied. Van die 4500, nu eigenlijk naar een 20.000-tal hectare.
waarin dat we zeer sterk geïntegreerd beginnen werken zijn. Dus niet enkel natuur, maar ook landbouw en in de marge ook zeker die havenontwikkeling hebben meegenomen. Waarin dat we ook een punt maken van grensoverschrijdend alles te doen. Dus niet stoppen aan de grens, maar ook verder het verhaal trekken. En waar dat we het ook getrokken hebben naar een bredere gebiedsontwikkeling. Een gebiedsontwikkeling waar dat we ook echt zoeken naar die toegevoegde waarde die voor ons ook zeer sterk in die buitenschil rond die natuurkern ligt. Hoe hebben we dat dan gedaan de voorbije jaren? Is enerzijds door een gebiedsagenda te maken. Een gebiedsagenda die niet enkel een textueel verhaal vertelt, maar waar dat we ook zeer sterk het verbeeldend vermogen proberen in te zetten hebben. Kortom, ook om samen met onze stakeholders dat toekomstbeeld, die ambitie, duidelijk te stellen en dat te zien eigenlijk als een soort bijbel voor de verdere ontwikkeling. Ook daar hebben we weer die horizontale gebiedsinpak in geïntegreerd en hebben we ook onze identiteit als vliegwiel gebruikt. En onze identiteit in ons gebied, dat is die natuur enerzijds, maar dat is zeker ook die haven die zeer sterk bij ons aanleunt en anderzijds ook die landbouw. En die drie eenheid, zoals dat wij hem noemen, dat zien we als vliegwiel voor die verdere ontwikkeling. En dat proberen we ook als onderscheidend vermogen verder uit te bouwen de komende jaren. Vanuit die identiteit framen en werken we richting de toekomst. We hebben dat ook gebonden dan in een ruimtelijk concept, waarin dat we die drie delen proberen samen te laten innoveren, waarin dat we ook die buitenschil proberen verder te activeren en dat we ook kijken naar nieuwe partnerschappen. Hoe doen we dat? Of welke ingrediënten hebben we daarvoor gebruikt? Dat is enerzijds de inzet van het groenblauw netwerk. En dat groenblauw netwerk dat is geen nieuw groenblauw netwerk, maar dat is eigenlijk het geheel aan dijken wat dat, en kreken wat dat in het gebied aanwezig is. Wat dat eigenlijk wel een sterk netwerk al is, waar dat er wel nog uitdagingen liggen naar ecologische en recreatieve doorradering. Waar dat er zeker ook nog uitdagingen liggen naar agrarische structuurversterking. En ook de thema's als die zoetwaterberging, waterzuivering, verzilting ook zeer sterk naar voren komen. En voor ons ook heel sterk van belang. Hoe kunnen we daar op vrijwillige basis met die terreinbeheerders allemaal samenwerken? Naast dat netwerk, dat groenblauw netwerk, hebben we ook een aantal iconische routes ontwikkeld en een aantal iconen verder ontwikkeld. Dat zijn drie logische routes, denken we dan. Die Schelde kustroute ergens. De polderroute die eigenlijk onze hinterlanddorpen verbindt met de kern van het grenspark. En dan eigenlijk de Havelandroute die u doorheen het Haveland richting de kern van het grenspark brengt. Dat zijn de logische. Maar tegelijkertijd kijken we ook naar de bereikbaarheid vanuit het water. En daar dromen we in onze ambitie van eigenlijk een aanmeerpoort in het grenspark voor de waterbus, die momenteel al dichtbij komt via een fort, maar die nog dichterbij zou komen mocht er een aanmeerpoort zijn in Doel of Oudendoel, een van de gehuchten die in ons gebied ligt. Dus een aantal onthaalpoorten werken we, een aantal fietsroutes werken we. En anderzijds werken we ook aan een parkhart. Een parkhart gelegen tussen Emmadorp en Oudendoel-Doel, zou je kunnen stellen. Waar wij van stellen, daar kan je de drie eenheid het sterkst beleven. Er zijn individuele verschillen, maar als je het grenspark bezoekt, moet je zeker ook de kern bezocht hebben. En van daaruit starten ook de wandelroutes, onder andere. Om u een beeld te geven, neem ik jullie even mee. Linksboven het verdronken land, zoals het vandaag eigenlijk eruit ziet. Er zijn al presaliekoeien die grazen in Saaftingen. Er is nog een schaapskooi. Dat is het beeld van Saaftingen zoals dat we het vandaag kennen. Rechtsonder is dat eigenlijk symbool voor die polder. En die polder waar dat we zoeken naar die ecologische en economische samenwerking. Onder andere de voorbije jaren door Bruine Kieken, die vriendelijke teelten. Kortom, die keten, die landbouwer. En hoe kunnen we samenwerken aan eigenlijk een sterker landschap.
het verbeelden van dat groen-blauw netwerk langs die kreken en die dijken, waar dat we ook weer die actuele opgaves inbrengen, en waar dat we altijd zoeken naar die gecombineerde opgaves en eigenlijk naar die gemeenschappelijke winsten, waar dat we er echt wel in geloven dat die er zijn. Een aantal poorten is bijvoorbeeld, een onthaalpoort is een oude hoeve, is de Prosperhoeve, die we in een vroegere inpolderingshoeve, die we nu eigenlijk uitbouwen tot een soort polderbelevingscentrum. En rechtsonder is een voorbeeld eigenlijk van de panoramaheuvel in de Hedwigepolder, waar dat we eigenlijk een neutraal grondverzet mee beogen in de Hedwigepolder zelf. Dat is eigenlijk de droom van ons verhaal. Hoe dat we naar uitvoering gaan, dan geef ik het stokje graag aan Richard over. Dankjewel, Pieter-Jan. Klik maar gelijk door. Ja. Dus je kunt het stokje wel geven, maar je moet zelf ook het stokje even vast blijven houden. Ja, Pieter-Jan heeft heel mooi die gebiedsagenda dus besproken, wat wij de laatste jaren dus hebben neergezet en waar we aan werken. Daaraan zit een uitvoeringsprogramma waarin we dat proberen te verbinden. En daar werken we nu aan en die is met name gebaseerd op waardesturing. En we zoeken met name elkaar op in heel die gebiedsagenda om samen die waardecreaties een plek te geven. Nou, die periode richt zich nu op 2021, 2026. En klik maar, Pieter-Jan. En het is nog even een mooi sfeerplaatje. Klik maar door. En wat je nu ziet is dat die dagelijkse dynamiek waarmee we begonnen zijn ook al heel veel projecten naar voren haalt. Dus wat net gezegd werd, het is echt een gebied in transitie. En wij zijn nu al bezig met allerlei soortige projecten op te pakken. Dus er is een beweging neergezet waarin je een beetje dit lijstje zo ziet. Ik ga ze niet allemaal af, maar een aantal voorbeelden zijn dat er een strategisch project bijvoorbeeld binnen is gehaald door Vlaanderen, waardoor we verder kunnen. Maar dat er ook een aantal regio-deals, erfgoeddeals, die vallen nu allemaal op zijn plek in ons plan vanwege die gebiedsagenda en die concreetheid die er ontstaan is. Zet maar verder, Pieter-Jan. En we hebben de laatste maanden heel erg gewerkt aan het samenwerkingsverband onder leiding van Kees Anton de Vries met de partners te kijken wat gaan we nou de komende tijd nog doen? Hoe gaan we dat nou verder zetten? En we hebben eigenlijk gezegd, nou, we gaan geen stichting van maken of een rechtspersoon al. We gaan juist die beweging doorzetten. Dat is eigenlijk heel mooi. We hebben een dynamiek gecreëerd en laten we dat verder zetten. En we hebben nu de bestaande partners, een aantal misschien toegevoegde partners die hier aan verder willen werken. En we hebben een overeenkomst gemaakt met het uitvoeringsprogramma als onderdeel, wat we nu de komende tijd gaan verder zetten. En die hopen we dus in maart te gaan ondertekenen. En dan die periode, die 5 jaar die er nu komt, de beweging verder te zetten. Het gebied in transitie, als het ware, stappen verder te brengen. Met die identiteit die er in de gebiedsagenda staat. En zo het gebied verder te ontwikkelen. Tik maar door, Pieter-Jan. En daar zitten een aantal acties in, tik maar door, die de komende tijd ons gaan verder brengen. Dus dat grensoverschrijdend natuurbeheer is natuurlijk belangrijk daarin. En daarin heb je eigenlijk twee soorten die daar als het ware symbool voor kunnen staan. Aan de ene kant is dat natuurlijk die fantastische natuur die er nu ligt en die ontwikkeld wordt met een zeearend. Aan de andere kant heb je die bruine kiekendief die juist ook heel erg die gebieden verbindt met het landbouwgebied wat erachter ligt. En waarin de haven ook een bepaalde compensatie voor moet doen voor de soort waarin we met elkaar samenwerken. Aan de ene kant om de natuur verder te ontwikkelen, maar ook te kijken hoe je die waardecreatie op een ander vlak kunt invullen. Volgende, Pieter-Jan. En dat is natuurlijk met ons Bruine Kiekendief project, wat we de laatste jaren al gelopen hebben. Maar dat past ook in dat dijken- en krekenplan, waarin we heel erg gaan kijken de dijken en kreken meer biodiversiteit in te brengen, maar daarin ook heel integraal te gaan kijken, hoe kun je nou met dat gebied omgaan, met die tussenliggende landbouwgebieden, met water, met natuur, met landbouw. Dus dat je een hele eigenlijk gaat werken aan die toekomstige platteland van de toekomst. En hoe gaat dat er dan uitzien? En wij noemen dat een open luchtlabo, waarin we met elkaar kunnen experimenteren op weg naar die toekomst en met elkaar met die waardecreatie een plek kunnen gaan geven. Volgende, Pieter-Jan. En daarin zit die vernieuwing van de landbouw ook heel erg sterk in. Dat is ook een regio-deal die we nu krijgen. Maar ook door bijvoorbeeld een innovatieplan van de haven. Daarin zetten we ons heel erg voor in om die vernieuwing van de landbouw
een plek te kunnen geven en een ruimte te bieden om daarmee te experimenteren. Zodat je op een gegeven moment naar die toekomst kan toe wandelen. En dan weer met elkaar dat op te pakken. De volgende, Pieter Jan. En daarnaast doen we natuurlijk ook het onthaal, het ontvangen van de gasten, heel erg een plek geven. Daar zijn we al intensief mee bezig. We hebben bijvoorbeeld een masterplan voor het dorp wat midden in het gebied ligt. Dat is gemaakt, daar heeft een oude hoeve gelegen. Daar is met elkaar gekeken van hoe kunnen we die hoeve inzetten om dat onthaal van dat grenspark weer op te pakken. Daarnaast heb je de panoramaheuvel waarin we daarnet nog een oud ontwerp zagen. Maar met de stakeholders zijn we gekomen tot een heel ander mooi ontwerp waarin we met elkaar de verbinding willen maken tussen die drie eenheid. En dat hebben we dus voor elkaar gekregen om dat in de Hetwiege te kunnen gaan realiseren. De volgende. En daarnaast hebben we naar routes en mobiliteit gekeken. Dus we pakken eigenlijk heel integraal het gebiedsontwikkeling aan. Hier heb je bijvoorbeeld de Scheldekust waar we met elkaar aan het bezig zijn. Die loopt van Antwerpen tot aan de grens van Hulst. Waarin je met elkaar kijkt hoe kun je daar routes mee bedenken. Maar hoe kun je ook het recreatief medegebruik verbinden en hoe kun je het gebied beleven. De volgende. Daarnaast hebben we natuurlijk ook gedacht aan de gebiedsbranding. We zijn al een heel eind. We hebben een branding en marketingstrategie leggen. En met het merk proberen we ook het gebied op de kaart te zetten. En ook te zorgen dat er aan die lokale economie gewerkt kan worden. Zodat er meerdere mensen van kunnen profiteren. Allemaal passend bij het gebied natuurlijk en die drie eenheid. En we zijn zelfs nu zover dat we met een streekmerk bezig zijn. Voor alle streekproducten en te kijken hoe we dat in de keten een positie kunnen geven. De volgende, Pieter Jan. En de toekomstige vorm van die samenwerking, zoals we net al eerder hebben gezegd, is met name heel erg kijken naar die waardesturing. En met de partners hebben we als het ware afgesproken om dat met elkaar op te pakken, zodat je niet alleen naar je eigen sectorale opgaves kijkt, maar juist die verbinding daarin zoekt. Nou, dit is een plaatje van Kees Anton de Vries. Jullie zullen dat wel herkennen. Volgende plaatje. Maar wat belangrijk is, dat we daar ook met elkaar natuurlijk die ronde tafel die we opgenomen hebben in de overeenkomst, die we gaan gebruiken om die waardecreatie ook een plek te geven. Dat zijn natuurlijk de partners, maar ook de stakeholders die daar natuurlijk aan tafel worden uitgenodigd. En ik denk dat dat wel heel bijzonder is in dit project, dat we dat voor elkaar hebben geboxt. En dan is dit volgens mij mijn laatste plaatje. Oh nee, deze is nog wel leuk om te laten zien. Dit is het zonnetreintje. Dat vind ik een mooi resultaat van ons project. Er zijn 10 tot 15 ondernemers. Die hebben met elkaar gezegd van wij gaan ook meewerken in dat grenspark. Die hebben het zonnetreintje van Hulst hebben ze opgekocht. En hebben we met elkaar hebben gekeken van hoe we dat weer een nieuw gezicht zouden kunnen geven. En die hebben het zonnetreintje grenspark Groot-Saventingen genoemd. En die rijden nu met dit treintje door het gebied. En dat zijn met name voornamelijk landbouwers die ook hun producten, hun arrangementen aanbieden. En deze trein daarvoor inzetten om dat te kunnen beleven. Dat is de laatste. Dankjewel Richard en Pieter Jan. Kunnen jullie de presentatie uitzetten? Of het scherm delen ook uitzetten? Ja. Hartstikke fijn. Op een of andere manier zie ik nog wel steeds Richard in beeld. Maar kijk maar. Komt vast goed. Dank voor jullie mooie inleiding. Het is natuurlijk jammer dat we vandaag, terwijl we te gast zijn in het grenspark, er niet live ook kunnen rondlopen. Maar we hebben toch met jullie presentatie heel goed beeld gekregen van wat er aan de hand is en hoe het gebied eruit ziet. Mooie start. Deze bijeenkomst is een onderdeel van het programma van de Community of Practice Landschap als Vestigingsvoorwaarde. Ik zie ook verschillende gezichten vandaag daarvan aanwezig. We zullen vandaag ook allerlei praktijken uit onze community langs zien komen en daar, vanuit daar reflecteren op het grenspark en de toekomst daarvan. Het is natuurlijk vooral de bedoeling dat we van elkaar leren vanuit al die praktijken. En we gaan daar ook straks mee beginnen met Shira van de Witteboer van het College van Rijksadviseurs, die ons iets zal vertellen over de verschillende parkconcepten die er zowel bestaan in Nederland, die ontwikkeling zijn. Met natuurlijk in het achterhoofd de vraag van welk type park zou het grenspark dan kunnen zijn.
En vervolgens gaat Harry Boeschoten van Staatsbosbeheer verder in op het programma Groene Metropool van Staatsbosbeheer. Sierra, kan ik jou uitnodigen om je presentatie aan te zetten? Helemaal, ja. Ik zet hem aan. Zien jullie de presentatie fullscreen? Ja. Hartstikke goed. Ik ga dus ook even in vliegende vaart door een aantal landschapsparkconcepten. Meestal kun je heel lang praten, maar dat ga ik niet doen. Even kijken. We hebben in ieder geval, ik behandel een aantal verschillende parkvormen. Hebben hier natuurlijk vanuit landschap als vestigingsvoorwaarden, waarbij je ook gewoon verstedelijking en het landschap echt samen opgaan. Heb je, ja, bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is dan Ringpark Utrecht, wat geen afgebakende omvang heeft, maar wat eigenlijk veel meer ingaat op de kansen die er zijn voor ontwikkeling van groen samen met de verstedelijking. En het gaat dus om een integraal perspectief voor de relatie tussen stad en land. En het groen groeit steeds mee. We hebben ook een ander concept, Landschapspark Zuidvleugel. Dat heeft ook geen afgebakende omvang. Het gaat eigenlijk meer om de contramal voor verstedelijking. In dit zwaar verstedelijkte gebied dan moet je echt zuinig zijn op elk beetje groen wat je nog hebt. Dus daarvoor is ook het Landschapspark Zuidvleugel bedacht om ervoor te zorgen dat dat landschap open blijft. Dit heeft verder natuurlijk ook geen status. Het is echt een concept en verder geen... je kunt iets gewoon een park noemen. Hè? Dat is net zoals dat nu ook het grenspark Groot-Zaventingen ook een park heet. Je kunt ook focussen op een bepaald thema. Hier zijn twee voorbeelden van een landbouwpark in de stadsrandzone van Oostende, de tuinen van Stenen. Maar je hebt ook het buitenland van Roon, landbouw met respect voor de natuur. Zo'n concept kun je inzetten enerzijds als het gaat om landbouwgebieden in ook sterk verstedelijkte gebieden die ook dreigen door verstedelijking steeds verder verloren te gaan. Maar je kunt ook denken aan gebieden waar de landbouw echt als een soort van agrarische, heel waardevol cultuurlandschap oplevert, wat je graag wil beschermen. Maar je hebt ook daarnaast een aantal gebiedsaanduidingen die ook een internationale waarde hebben. Dan heb je natuurlijk een hele zware, dat is de gebiedsaanduiding UNESCO Werelderfgoed. Dat heeft ook echt een wettelijke bescherming, ook in nationale wetgeving. Dit gaat natuurlijk om echt heel erg top-down aanwijzing. Wat natuurlijk ook best wel de nodige consequenties met zich meebrengt. Maar UNESCO heeft meer gebiedsaanduidingen en een daarvan is het biosfeergebied. In Nederland hebben we nu één biosfeergebied, dat is Maasheggen. Het programma zelf bestaat al ontzettend lang, al sinds 1970. Het is eigenlijk best wel een laagdrempelige gebiedsaanduiding van UNESCO. De interactie tussen mens en natuur staat centraal. Hier zie je ook een concepttekeningetje van het kerngebied, dat heeft natuurbescherming, hè? Dat is Natura 2000, maar daaromheen zit een bufferzone en een overgangszone. Je kunt het echt zien als een soort van living labs, waarin de focus ook heel erg ligt op onderwijs en onderzoek. Het is heel dynamisch en toekomstgericht. En je hebt dan ook nog de UNESCO gebiedsaanduiding Geopark. En dit is met name ook gewoon voor het grenspark natuurlijk een hele interessante. Omdat er een geopark aanvraag voor Schelde Delta in voorbereiding is. Dat gaat dan om een veel groter gebied waar het grenspark dan ook onderdeel van uitmaakt. En wat dus echt uitgaat van het Schelde getijdensysteem, inclusief ook de Brabantse wal. Dit is echt je kunt dit ook echt zien als een climate living lab. Het is heel adaptief, dynamisch, toekomstgericht.
Nou, dan zijn we in Nederland, hebben we natuurlijk al de nationale parken. En we zijn nu bezig met de uitwerking van nationale parken nieuwe stijl. Dus echt een opschaling, een verbreding van het huidige nationale parkenconcept. Daarbij gaat het dan niet meer alleen om de natuurkern, maar om het hele landschaps-ecologische systeem als basis. En je ziet hier ook een concepttekeningetje, die lijkt heel erg op de biosfeergebieden. Maar omvat ook meerdere natuurkernen. En ja, heeft dus echt dat landschaps-ecologische systeem als basis. Dat kan dus ook een getijdensysteem zijn of een bekensysteem. Dit is dus ook echt geborgd in beleid. Dan hebben we recent is er ook advies gevraagd aan de commissie van Vollenhoven voor de verkenning van nationale parken. Van wat zouden nou echt gebieden zijn met internationaal unieke natuurkenmerken unieke natuurkernen. En daarnaast ook unieke landschappen en uniek cultuurhistorisch erfgoed. En daar is deze selectie uitgekomen. Dat heeft nodige stof doen opwaaien. Want de huidige nationale parken liggen natuurlijk op andere gebieden. Maar hierbij wordt wel ook de zuidwestelijke delta aangewezen als een van de gebieden die heel veel potentie heeft om echt op grote schaal als nationaal park te kunnen ontwikkelen. Als nationaal park nieuwe stijl. Dit is natuurlijk veel groter dan hoe het vanuit het grenspark nu wordt gekeken. Maar het grenspark zou een opmaat kunnen zijn voor dit soort ontwikkelingen. Nog heel even kort in Vlaanderen, want ze zitten hier natuurlijk op een grenspark en daarom wil je eigenlijk je hebt met het beleid van twee landen te maken, het nationaal beleid. UNESCO is internationaal, maar dit is, als we het hebben over de nationale parken, dat wordt in beide landen net een beetje anders ingevuld. In Vlaanderen werken ze met een drietrapsmodel. Ze hebben de regionale landschappen, die staan in principe voor algemene opwaardering van de kwaliteiten van het landschap. Dan heb je, komend jaar wordt dat ook nog verder uitgewerkt, wil mij ook gewoon landschapsparken in het beleid gaan vastleggen. Dat gaat dan om omgrensde samenhangende gebieden met een uitgesproken landschappelijke schoonheid en kwaliteit. Het rivierpark Scheldevallei gaat om het deel verder op de Schelde, verder bovenstrooms, dus meer het gedeelte vanaf Antwerpen. En daar wordt over nagedacht, dat is nu, zou je kunnen zeggen, dat zou al een landschapspark zijn. En er wordt over nagedacht of dat een nationaal park zou kunnen worden. Op dit moment heeft Vlaanderen één nationaal park. Dat is de Hoge Kempen. En er wordt nagedacht of er vier nieuwe nationale parken bij kunnen komen. En één daarvan is dus de Scheldevallei. En de voorwaarde daarvoor is dat een nationaal park een aaneengesloten gebied van minimum 5000 hectare aan groene bestemming, natuur, reservaat, park, buffer of bosgebied. En die 5000 hectare kan al dan niet lands- of grensoverschrijdend zijn. Nou, dat is eventjes in sneltreinvaart een aantal parkconcepten, waarvan sommige wel in beleid zijn vastgelegd, sommige ook alleen op bij regionale of lokale overheden. En waarbij dus ook bij alle verschil is in financiering die je kan krijgen. Ik denk dat we straks nog even over gaan discussiëren wat dan interessant zou zijn voor het grenspark. Zeker. Wat staat je voor gepland? En Harry zal ook nog wat vertellen over de Groene Metropool. Harry. Ja, ben ik goed te horen? Ja. Mooi zo. Groene Metropool. Is dat ook een parkconcept? Of is dat wat anders? Dat is de vraag. Misschien wel en misschien niet. Ik ben dus trekker van het programma Groene Metropool, wat zich bezighoudt met groen, met name in de verstedelijkte delen van Nederland. Nou, sommige mensen zeggen, heel Nederland is verstedelijk, dus misschien gaat het ook wel weer over heel Nederland. Wat ik meteen wel interessant vind van deze internationale bijeenkomst, is dat
taal en woorden die we kiezen zo ongelooflijk belangrijk zijn. Ik zie woorden als de Vlaamse Vallei en de Brabantse Wal bijvoorbeeld als iconische termen, hè, Scheldevallei noem maar op. Maar wat ik dan wel weer heel grappig vind, wat ik me nooit gerealiseerd had, is dat wij in Nederland dan hebben over de Zuidwestelijke Delta. En dat is natuurlijk toch wel weer een term die heel erg spreekt vanuit een Nederlands perspectief. Want vanuit Belgisch perspectief zul je hem eerder de Noordelijke Delta noemen of de Noordwestelijke Delta misschien. Dus het is wel weer interessant om ook naar de woorden te kijken die je gebruikt, zeker als je praat over internationale natuur. Een van de redenen waarom wij zijn gaan nadenken over natuur en groen in de breedste zin van het woord in stedelijke gebieden, is mede ingegeven doordat wij natuurgebieden en groene recreatiegebieden heel sterk als bestemmingsgebied beschouwen. Het idee van je gaat daar naartoe, heel vaak automobiel georiënteerd, er is een parkeerplaats, daar beginnen ook de paaltjeswandelingen, daar is vaak ook een horeca, en dan heb je gewandeld of gepicknickt of gefietst of wat ook, en dan ga je weer naar huis. Terwijl tegelijkertijd, en dat zie je in deze coronatijd natuurlijk des te sterker, is de behoefte van mensen om in die directe leefomgeving aangename omgeving te hebben, een aangename groene omgeving te hebben, om te wandelen, de frisse neus te halen, te fietsen, te mountainbiken, hard te lopen, wat iets meer zijn, is enorm gegroeid. En tegelijkertijd zie je de hele discussie over natuurwaarde en biodiversiteit van stedelijke gebieden heel erg opkomen. Nou, we hebben die twee dingen met elkaar proberen te combineren. En hebben gezegd, je zou eigenlijk veel meer dan nu het geval is, groen binnen en buiten de stad als één geheel moeten beschouwen. Waarbij je, als je kijkt door de ogen van de wandelaar of de fietser, hij heeft zij letterlijk vanaf de voordeur dat groene netwerk in zou moeten kunnen stappen. En wat vragen stelt, eisen stelt aan de kwaliteit die dat heeft. Hè, doorlopendheid, drempeloosheid letterlijk en figuurlijk. Maar ook een bepaalde kwaliteit heeft, aantrekkelijkheid heeft en veiligheid heeft. Maar als je door de ogen van de vlinder of de bij of de egel kijkt, dan zou datzelfde groene netwerk functioneel kunnen zijn om weer letterlijk tot diezelfde voordeur te komen. Dus zo'n groen netwerk zou zowel voor mensen als natuur heel functioneel kunnen zijn en een drager kunnen zijn van ruimtelijke ontwikkeling. En tegelijkertijd kun je allerlei andere maatschappelijke vragen daar weer aan koppelen. Hittestress in stedelijke gebieden, maar ook wateroverlast opvangen. Zijn andere functies die je ook aan groene netwerken zou kunnen koppelen. En dat vraagt dat je heel erg in netwerken denkt, in systemen denkt. Wat voor ecologen vanzelfsprekend is, maar voor planologen veel minder. En systemen die op verschillende schaalniveaus spelen. En het aardige van de presentatie net van Shira, van een aantal van die plaatjes, is dat die dans door de schalen die je zou moeten maken. Van ik beschouw iets op streekniveau en op stadsniveau en op straatniveau en weer terug. Dat je dat eigenlijk steeds weer met elkaar in verbinding zou moeten brengen en houden. En ik zie overigens in de eerste presentatie, zag ik daar wel een paar mooie elementen van hoe dat denken inderdaad vorm zou kunnen krijgen. Hè? Hoe je op die verschillende schaalniveaus nadenkt. Een van de problemen daarbij is dat wij met z'n allen last hebben van wat ik topografische ziekte ben gaan noemen. Namelijk het fenomeen dat wij de neiging hebben om niet verder te denken dan de grens waar wij toevallig van zijn. Nou, in dit geval is dat mogelijk ook nog weer de landsgrens. Ongetwijfeld is dat zelfs de landsgrens. Maar dat kunnen de bestuurlijke grenzen zijn als gemeentegrenzen. Maar ook voor een beheerder als Staatsbosbeheer kan dat de grens zijn van het beheergebied. Of het kan de grens zijn bij een projectontwikkelaar van de projectgrens. Nou, als je denkt in netwerken, dan is de neiging om te denken in plekken dus buitengewoon hinderlijk om te doen. Dus dat moet je echt doorbreken. Ik denk dat het Saaftingengebied een enorme uitdaging biedt om te kijken hoe je bijvoorbeeld ook het havengebied zou kunnen integreren in je denken. Dat zou een geweldige uitdaging zou ik dat vinden. En dat maakt dat het ook interessant is om langs een aantal assen te denken. Waarbij je langs die assen eigenlijk verschillende concentraties van een bepaald fenomeen zou kunnen zien. Hè. Er zit een natuuras in, hè, van de donkergroenste natuur, of hoe je het wil noemen, naar de eenvoudigste, maar wel aangename woonomgevingsnatuur.
Maar je hebt natuurlijk dezelfde ook de recreatieas, hè, van intensief en extensief en bijna niet tot heel erg veel. Er zit een verstedelijkingsas ook in deze gebieden, hè, van hoogstedelijk, hoogindustrieel naar zeer laagstedelijk of bijna afwezig. Er zit een landbouwas in, van volledig landbouwgebied, menggebieden, tot en met pure natuurgebieden en vormen van medegebruik en noem maar op. En ik denk dat dat enorm zou helpen om die assen heel goed in beeld te brengen bij de discussie hoe verder met dit gebied. Ook om tot een keuze te komen. En tenslotte, Shira eindigde net met de vraag van wat voor soort gebied zou dit nou moeten zijn, hè? Daar zit meteen een valkuil in natuurlijk. En de neiging die wij in Nederland in ieder geval sterk hebben om toch wel heel graag ergens een label op te willen kunnen plakken. Dit is een nationaal park oude stijl. Nee, dit is een nationaal park nieuwe stijl. Nee, dit is een landschapspark. Nee, het is een cultuurlandschap. Nee, het is een natuurgebied. En dat is op zich wel nuttig intern. Hè, als we met elkaar daarover praten. Maar voor de hele wereld is dat toch wel een hoop gedoe, denk ik. Nou, daar wou ik mee eindigen met. Dankjewel, Harry, voor deze overwegingen. En ook al een aantal dilemma's die we meteen kunnen meenemen. Ik zag er zelf in de presentatie van Shira ook wel eentje. Namelijk die grote robuustheid van die grote parkconcepten en ook de financieringsmogelijkheden, zelfs internationaal, die daarbij horen, versus eigenlijk die meer organische en lokale concepten, zoals een ringpark, of misschien ook het idee van een groene metropool, waarbij je kan zeggen, ja, dan kan je ook meer met die stakeholders in een gebied, boeren, stedelingen, aan de slag. Dat heeft natuurlijk ook zijn voordelen. Maar goed, ja. Het een sluit het ander ook misschien ook niet uit. Wat denk jij, Shira? Kun je misschien het een in het ander stoppen als zo'n Russisch poppetje? Dat kan eigenlijk heel erg goed. Ik weet dat er ook, bijvoorbeeld rond de Wadden, wordt er nu ook, dat is de Wadden zelf. Het grens, zeg maar, de Wadden zonder de randen. Dus zonder de eilanden. Dat is natuurlijk UNESCO werelderfgoed. Er wordt ook gedacht om zeg maar een deel van de Friese kust. Daar zijn ze mee bezig om daar een aanvraag voor biosfeergebied van te maken. Het Lauwersmeergebied en misschien ook wel gewoon de hele Wadden met randzone zou misschien nationaal park kunnen worden. Dat past ook allemaal in elkaar. Het ligt er een beetje aan. Net als bijvoorbeeld nu in het grenspark Saaftingen. Daar wordt gewoon al onder andere met geld vanuit de Interreg-projecten. Straks vanuit de regio-deal. Misschien dat er ook Europese potjes makkelijk andere Europese potjes te vinden zijn. Ook omdat het een grensgebied gaat. Maar het zit natuurlijk heel vaak vast op financiering. En dan kan soms een parkconcept kan helpen om zaken te activeren. Het is niet altijd nodig. Zoiets als UNESCO, de werelderfgoed, dat zorgt natuurlijk ook gewoon voor dat het vrij star wordt. En eigenlijk is die manier waarop gewerkt wordt nu bij het grenspark heel erg bottom-up. Is ook gewoon heel erg mooi. Dus het is eigenlijk meer de vraag van soms kan het nodig zijn om op te schalen, om vanuit het landschapsecologische grotere systeem te kunnen denken om die natuur te beschermen. Kan het gewoon heel erg waardevol zijn om wel te denken aan een nationaal park. Of dat nou nieuwe stijl is of Vlaamse stijl. Het is vergelijkbaar namelijk. Ik denk dat dat niet zo. Het kan zinvol zijn. Je kan vast pinnen op die concepten. Je kan er flexibel mee omgaan. En je kunt ze door elkaar gebruiken, bovenop elkaar stapelen. Dat kan gewoon. Dat is een goed startpunt, denk ik, ook voor de discussie straks. We moeten inmiddels een beetje door in het programma, merk ik. Dus dit punt krijgen we straks zeker nog aan bod. Wat jij ook al noemde, Shira, net in je presentatie, was het fenomeen landbouwpark. Toevallig ben ik in 2019 samen met Jan-Willem van der Schans naar een paar van die landbouwparken op reis geweest. Een studiereis samen met
Zuid-Holland, boeren en beleidsmakers, een LTO. En daar hebben we gekeken hoe die landbouwparken georganiseerd zijn en wat, hoe boeren daarin werken en ook wat, dat, wat we daar in Nederland van kunnen leren. Jan Willem, kan jij ons de vier punten presenteren die we eigenlijk als aandachtspunten daaruit hebben geleerd uit die reis? We gaan jou straks in de volgende bijeenkomst op 4 februari nog wat langer zien, hè, over korte ketens en hoe boeren kunnen innoveren daarin. Maar vandaag even deze terugkoppeling vanuit de reis. Ja, ik ga dat proberen inderdaad. Even kijken. Hè. Nou zit ik alleen. Dan zit je op de laatste sheet, ja. Zie je hem? Ja hoor. En horen jullie mij? Oké. Nou, mijn naam is Jan-Willem van der Schans. Ik ben onderzoeker naar korte ketens. Dus ik ben een bedrijfskundige en econoom en geen architect of landschapsarchitect. Dus ik bekijk het vanuit de economie. In 2019 zijn we inderdaad, hebben we twee parken bezocht bij Barcelona. Aan de linkerkant van de sheet zien jullie die twee parken. Dit is het park Llobregat, dat is een landbouwpark. En dit is het park Montserrat, dat is een, meer wat zij noemen een ruraal park. En hier zie je ook twee impressies van die parken. Het ene is de presentatie van het beheerplan. Dat is een enorm oploop geweest, het beheerplan van het Montserrat park. En het andere plaatje wat jullie zien is hoe zo'n landbouwpark vlakbij Barcelona er nou uitziet. Het eerste punt waar we gevraagd hebben voor naar iedereen om naar te kijken, dat is de unieke mix van functies. En in de presentatie die wij kregen toen in Barcelona bleek dat zeg maar een landbouwpark, een agrarisch park, AP, een andere mix van functies heeft dan een ruraal park, een RP. En het gaat steeds om drie functies. De economie, dus de boeren, het milieu, de biodiversiteit en het sociale, de recreatieve medegebruik van het park, of de toerisme. En dan zie je dat in een agrarisch park, dat park Llobregat, 60% van het land door boeren gebruikt wordt. 30% is biodiversiteit en 10% is zeg maar recreatief. Het is echt een landbouwpark, daar wordt echt productie gedaan. En juist in het rurale park zie je dat de recreatieve functie een veel groter percentage krijgt. En de biodiversiteitsfunctie en de landbouw eigenlijk maar een kleinere percentage krijgt. Het tweede punt wat interessant is om parken te vergelijken, dat is de organisatiestructuur en het eigenaarschap. Beide parken die wij bezocht hebben een duidelijk afgebakend territorium en dat werd daar ook als belangrijk ervaren. Er is geen verankering in de wet, dus de ingrepen in deze gebieden die zijn gebaseerd op een ontwikkelplan. En dat is een soort contract tussen verschillende partijen, wat zij noemen een consortium. Dus hier zie je die twee ontwikkelplannen. Dus het is luidelijk eigenlijk het ontwikkelplan, wat zeg maar het gedrag van verschillende overheden en verschillende streekgenoten, stakeholders, zeg maar, coördineert. Dus het derde punt, dat is de iconen die je in zo'n landbouwpark of een ruraal park wilt hebben. Het park Llobregat, zeg maar, is nabij de stad. Heel veel van de foto's die je ziet, zie je productie. En op de achtergrond zie je de stad Barcelona. Dus dat wordt als een kernkwaliteit gezien. En een icoon product daar is de artisjok. En zijn allerlei lokale fruitrassen. Dus 80% van de artisjokken die in Barcelona gegeten worden, die komen rechtstreeks uit dit park. En in park Montserrat is zeg maar de bergrug is een iconisch gegeven. Er is ook een klooster wat je kunt bezoeken, wat heel veel Spanjaarden ook willen bezoeken. Ook Spanjaarden die inmiddels in Amerika wonen of wat dan ook, die willen terug in dat gebied hun roots ontdekken. En je hebt, omdat je allerlei microklimaten hebt, heb je verschillende wijnsoorten, verschillende olijven. Dat zien jullie hier dan voor het park Llobregat, zien jullie zeg maar. Dus die unieke ligging ingeklemd tussen de stad Barcelona en het vliegveld. Het icoonproduct, de artisjok.
Er is een samenwerkingsorganisatie met boeren om dat rechtstreeks in Barcelona te verkopen. Je ziet hier ook nog eigenlijk vrijkomende agrarische bebouwing. Dus oude boerderijen die omgebouwd worden tot hostels en bed and breakfast. Dan heb je hier het andere park, het rurale park Montserrat. Je hebt hier een icoonbestemming, dat is een klooster. Je hebt dus die microklimaten, zeg maar, waar verschillende olijvenrassen op geteeld worden. Je hebt die bergrug met die afgeplatte toppen, die heel iconisch is. En je hebt allerlei producten die allemaal gebruik maken. Ook als logo van die bergrug, dus schapenkaas. En wijn en olijfolie. En mijn laatste slide, dat is de holistische aanpak. Hè? Dus die is ook onderscheidend. In dat park Llobregat is eigenlijk het interessante dat het deze aandacht heeft gekregen omdat de stad oprukte. En het gaat echt om klassieke vormen van korte ketenlandbouw. Dat heet in het Engels market gardening. In het Nederlands zijn dat de warmoezeniers. En in het Vlaams zijn dat de bourgeoisen, die volgens mij straks ook aan de orde komen in het Pajottenland. Dus dat is echt de kern van zeg maar, waarom de reden van bestaan eigenlijk van dit park. En in Montserrat is het juist niet de oprukkende stad, maar de oprukkende natuur die gezien wordt als bedreiging. Omdat het platteland daar, zeg maar, iedereen trekt weg en het platteland blijft achter. Dus de hele raison d'être van dat park is eigenlijk het platteland weer revitaliseren met toerisme. Dus beleveniseconomie. Dus niet zozeer die productie, maar ook de belevenis rond die productie centraal stellen. Dat was wat ik wilde zeggen, Merten. En ik hoop dat je het een goede samenvatting vond van de reis. Paul Ronkes, die was er ook bij, die zag ik net ook. En ik denk dat het super inspirerend was om daar met verschillende beleidsmakers en planologen geweest te zijn. Ja, dat denk ik ook, Jan-Willem. Als je je scherm kan unsharen, alsjeblieft. Ja, doe ik. Ik denk dat het inderdaad een leerzame reis was. En die punten die zijn volgens mij heel helder. Daar zullen we straks bij de andere voorbeelden ook nog op ingaan. Ik denk ook dat het landbouwpark echt een concept is wat te overwegen is voor het grenspark. Ook dat kunnen we straks bespreken. We hebben de rest van deze eerste blok zo opgebouwd dat we nu vanuit onze community of practice en vanuit Vlaanderen ook naar drie bestaande parken gaan kijken. Het voedsellandschap Pajottenland, daar zal Frank Nevens straks op ingaan. Kempenbroek met Erwin Christies. En Van Gogh Nationaal Park met Ronald Kramps. We hadden ook nog de wetlands bij Amsterdam in de planning, maar helaas heeft Saline Verhoeven moeten afzeggen vanwege ziekte. Dus we houden het bij deze drie. We hebben aan elk van deze mensen gevraagd om ook vanuit hun park die vier elementen van Jan-Willem even aan te stippen en soort lessen en tips en tricks te geven aan het grenspark. Frank, kan ik jou uitnodigen om het Pajottenland te presenteren? Ja, graag, met veel plezier. Prachtig. Dank je. Ik share dadelijk mijn presentatie, maar er was ook gevraagd van gebruik een beeldje als achtergrond. Dit beeldje heb ik letterlijk 2 minuten voor deze bijeenkomst geschoten, gewoon vanuit mijn voordeur. Dit is waar ik woon. Het sneeuwt op dit moment in het Pajottenland. Dat hebben we al heel lang niet meer gezien. Het geeft een typisch beeldje. Dit is wat ik zie als ik dus vertrek naar waar dan ook. Akkers en ook de typische knotwilgen staan hier nog. Maar ik ga dadelijk sharen. Ik neem aan dat deze zichtbaar is, een kaart. Klopt dat? Het is zichtbaar. Oké. Voor degenen die het Pajottenland niet weten liggen, en zo zijn er behoorlijk veel mensen, ook in Vlaanderen trouwens. Dit is een kaart van Vlaanderen. Dit is een digitaal hoogtemodel. Dat betekent de donkergroene dingen zijn laaggelegen
gebieden, hoe geler of oranjer het wordt, hoe hoger gelegen. De witte vlek is Brussel. We hebben veel van deze kaarten waar Brussel als een witte vlek is, want u weet, in ons land is Brussel als het ware een apart landje, maar goed. Het Pajottenland duid ik aan met die donkergroene lijn. Ik leid niet aan de topografische ziekte, zoals Harry die benoemde, maar dit is een heel pragmatische afbakening van het gebied waarom de 7 gemeenten die hier omcirkeld zijn of omlijnd zijn, horen tot 1 Europees leadergebied. En dat is dus iets heel pragmatisch. Maar uiteindelijk, waar het Pajottenland precies ligt, mochten we daar een aparte studiedag kunnen voor organiseren, dan doe ik dat met plezier, maar die kunnen we zeker vullen. Deze 7 gemeenten gaat over een 22.000 hectare, 50.000 inwoners en dus een bevolkingsdichtheid gemiddeld dan toch van een 200. Met ruime verschillen, er zijn daar een aantal gemeenten die nog aan de 100 à 150 zitten, zijn er ook al bij met 524. Pajottenland heeft ook een streekmerk en dat wordt hier ook voorgesteld. Dus het is een hartje. Als het hartje alleen gebruikt wordt, dan heeft het een blauwe kant en een groene kant. Omdat vaak ook in het gebied meteen de Zennevallei wordt meegenomen. En Zennevallei is een gebied dat dan... ik weet niet of jullie mijn cursor kunnen zien. Maar die grenst aan het Pajottenland en dus meer tegen Brussel aankleeft, zeg maar. Als je het Pajottenland binnenrijdt met de wagen, wat toch wel een typisch gegeven is als mensen naar een bepaalde regio gaan, dan bestaat de kans dat je deze borden tegenkomt, die dus inderdaad langs de weg zeggen van hier kom je het Pajottenland binnen. En wat is daar nu zo typisch aan? En daar staan 3 dingen op. Die worden hier ook wel eens de 3 B's genoemd. Dat is enerzijds bier. Wij hebben iets heel... karakteristieks in deze streek, dus een van die iconen waarover, of waarvan sprake. We hebben geuze- en kriekbieren. Dat zijn bieren die op een heel bijzondere manier gebrouwen worden. Vind je nergens anders in Vlaanderen, ook niet in België, ook niet ergens anders in de wereld. Die bieren kunnen alleen blijkbaar in deze regio gemaakt worden, omdat ze een natuurlijke gisting ondergaan op basis van gisten die hier in de lucht zweven. Het is ook een heel bijzonder proces. Die geuze heeft de laatste jaren een fameuze opgang gekend, ook in het buitenland. Je mag op eBay gaan of andere veilingsites. Daar staan flesjes geuze aan astronomische prijzen te koop. Een tweede aspect wat daarop staat, zijn die mannetjes met die plank. Dat is eigenlijk het Bourgondische aspect van goed eten en drinken. Maar het beeldje dat daar staat, komt eigenlijk ook van een werk van Pieter Breugel. Pieter Breugel heeft in onze regio blijkbaar behoorlijk wat rondgezworven en er ook werken rondgemaakt. Pieter Breugel woonde een geruime tijd in Brussel, maar kwam dus wel naar het Pajottenland om daar werken te maken. En daar zijn de Pajotten nog trots op, omdat daar ook een voor een groot deel het typische landschap in weerspiegeld wordt. Centraal op het beeld er staat een boerenpaard en dat wordt ook nog altijd gebruikt als een icoon. Het Pajottenland is lang de bakermat geweest van het kweekprogramma, zeg maar, van de boerenpaarden. Vandaag zie je die al veel minder. Dus ook geen economische activiteit meer. Het is meer een hobby-aangelegenheid geworden. Maar ze worden wel nog altijd gezien en dan vooral in relatie tot het typisch zeer golvende landschap. Mochten we terugkijken op die eerste kaart die ik getoond heb, dan kan je zien dat de regio op die hoogtekaart dus een zeer sterke afwisseling heeft van gele en groene stukjes. Dus het is een zeer sterk golvend landschap met typische kouters op de hoogtes en beekvalleitjes op de laagtes. En dat is een landschap dat toch wel zeer karakteristiek en kenmerkend is. En om zo dicht bij Brussel gelegen te zijn, ook nog relatief gaaf is. Ik maak even gebruik om van mijn eigen gemeente waar ik woon, dus Herne, is dus een van die meest landelijke nog, dus minst dichtbevolkte gemeenten uit die regio. Wij hebben in die gemeente ook een aantal landmarks geplaatst. Ik heb die zelf mogen ontwerpen en met een aantal vrijwilligers neergepot. Het zijn grote kubussen. Onze gemeente heeft 4 deelgemeenten en elke deelgemeente heeft zo'n kubus gekregen.
De bedoeling van die dingen is dat mensen die er voorbij gaan, zowel inwoners van onze regio zelf als recreanten, dat die vandaag een typisch zicht krijgen op dat landschap, maar wel telkens vanuit een ander perspectief. Er is een kubus linksboven die kijkt uit op een typisch dorpsgezicht. De kubus rechtsboven die kijkt uit op een stad, want we grenzen ook aan Henegouwen, dus het Waalse gedeelte van het land. En daar kan je de stad zien liggen. Dus geeft aan dat er dorpen zijn, maar dat er ook nabijheid is van steden. Trouwens, vanuit het Pajottenland kan je op bepaalde van die hoogtes ook de skyline van Brussel zien. De kubus linksonder die staat bovenop zo'n typische heuvelrug. Dus vandaar heb je echt wel een heel groot vergezicht. De kubus rechtsonder die staat in zo'n typisch beekvalleitje. Daar moet je echt naar boven kijken om de straten zeg maar, terug te zien liggen. En dat is dus het typische van dat Pajottenland, dat afwisseling tussen enerzijds die grote en ook vruchtbare kouters. We hebben een zeer vruchtbare zandleembodem. En langs de andere kant de beekvalleitjes, die typisch graslanden zijn, omdat je daar moeilijk met akkergewassen weg kan. Nu, onmiddellijk komt daar dan zo'n plaatje ook tevoorschijn. En dat gebeurt ook letterlijk in het landschap. Daar ontstaan van die hele grote landbouwbedrijven. En er is er niet echt zomaar eentje, er zijn er verschillende. Dus dit is zo'n typisch melkveebedrijf met honderden wellicht koeien. Ik zeg wellicht, omdat we die dieren gewoon niet zien. Die komen niet meer buiten, die zien het daglicht niet, tenzij door openingen in de stal. Maar die zien we dus niet meer. Alleen ontstaan daar van die hele grote stallen met doorgaans melkvee, maar dat betekent meteen ook dat in het landschap een switch ontstaat naar steeds meer voedergewassen en dan met name maïs. Dat dus een gewas wordt dat toch heel sterk het landschap gaat domineren. Met andere woorden, er is het idee van als de landbouw hier blijft evolueren zoals die dat blijkbaar aan het doen is, kleinere bedrijven die verdwijnen, grotere die dan gronden opkopen en nieuwe grote bedrijven die zomaar uit de grond rijzen, dan zou dat wel eens een bedreiging kunnen zijn voor het typische karakteristieke landschap. Nu, dan kijken we onmiddellijk eigenlijk ook in de richting van Brussel. Dus ik heb hier een skyline van Brussel tegenovergezet van kunnen we ons niet richten op die stad om iets te gaan doen? Want we horen steeds meer signalen vanuit Brussel dat zij ook duurzamer willen omgaan met voeding en waar die vandaan komt. En men kijkt naar het ommeland. Wallonië reageert daar behoorlijk gunstig op. Die zorgen ervoor dat er korte keten, het woord is hier ook al gevallen, richting Brussel gaat. Het Pajottenland doet dat nog altijd in zeer beperkte mate. Nochtans, en Jan-Willem had er ook al op gewezen, is er een geschiedenis zeg maar, van die boerkozen. Jullie noemen dat blijkbaar waarmoezeniers. Bij ons is dat inderdaad een term die nog hier en daar gekend is. Boerkozen waren boeren die vooral groenten en fruit teelden en daarmee letterlijk naar de markt van Brussel gingen. Dus het plaatje in het midden is de grote markt van Brussel. Je kent ze allemaal wel waarschijnlijk als die historische plaat, waarbij de boeren onder andere uit het Pajottenland naartoe gingen. Recente studies hebben ook aangewezen, Brussel is ongetwijfeld een hele grote kans voor landbouw uit het Pajottenland. Als je dat wilt, in Brussel zijn 1,2 miljoen inwoners en met de toeristen bij kom je al snel aan 1,5 miljoen eters. En die stad vraagt gewoon om meer lokale producten te kunnen sourcen. Maar dat gebeurt niet echt. Een typisch ding uit de geschiedenis ook weer, is ook een soort icoon vanuit het Pajottenland. Dit is een publicatie begin jaren 1900, waarin deze regio werd voorgesteld als le pays des fraises, dus het land van de aardbeien. Er waren behoorlijk wat aardbeitelers die nabij Brussel en dus vanuit het Pajottenland hun unieke product naar de stad brachten. Er waren aardbeien in het seizoen natuurlijk en buiten het seizoen waren dat andere groenten. Ik ben ook betrokken geweest in een studie voor de Vlaamse overheid dan over wat heette toen stedelijke landbouwparken in Vlaanderen. Er werd ons gevraagd, bekijk eens in een Europese context wat er allemaal rond de stad en kan Vlaanderen daar dan iets mee? Een voorbeeld dat ik heb meegenomen uit die studie, en wij zijn niet uitgebreid op reis geweest, we zijn enkel in Keulen eens gaan kijken, maar ik heb een aantal gebieden bestudeerd
in de omgeving van Parijs. Eentje daarvan, Le Triangle Vert, een samenwerkingsverband tussen een vijftal gemeenten in de omgeving van Parijs. Daar vond ik een quasi... Heb je nog veel sheets, Frank, trouwens? Nee, ik heb dadelijk gedaan. Dus daar vond ik een voorbeeld van een quasi identieke situatie. Ook arbeidtelers die vroeger met een tram naar Parijs reden. Ook in het Pajottenland was er zo'n tram. En die erin geslaagd zijn om op basis van dat concept van landbouwpark die landbouw terug een reden van bestaan te geven en een schaalgrootte die ook veel beter aansloot bij het gebied. Als ik nu, en dat is mijn laatste, vanuit die studie, maar ook vanuit het gegeven waar kunnen we nu in het Pajottenland zijn, er voor mij drie dingen die ik gewoon hier op tafel wilde gooien en hopelijk kan ik daar ook door jullie ideeën opdoen. We hebben in het Pajottenland al gesproken van landschapspark, van boerenlandschap, van voedsellandschap. Het heeft al vele namen gekend. In ieder geval, het is duidelijk dat er nog geen concrete invulling is voor wat het zou kunnen betekenen. We hebben nu wel een project vanuit het LEADER-gebeuren om een verbinder aan te stellen. Iemand die de rol mag opnemen om al de actoren in het Pajottenland, maar ook in de stad, met elkaar te verbinden. Er gebeurt van alles, maar het hangt nog niet voldoende aan elkaar. Ik was ook blij dat ik daar straks hoorde het begrip traagheid vallen. Dergelijke dingen hebben heel veel tijd nodig, al was het maar om vertrouwen op te bouwen. En deze als uitsmijter mochten hier mensen vanuit regioorganisaties bijvoorbeeld in het Pajottenland aan tafel gezeten hebben, dan waren die nu allemaal allang vertrokken, omdat hier een soort van allergie heerst ten opzichte van welk begrip dan ook. Maar als er park in staat, dan gaan de boeken dicht en gaan de deuren dicht en gaan ook de hoofden dicht. Men heeft een soort van afkeer voor dat begrip park. En met name vanuit de landbouwsector is dat het geval. Voilà, ik ga hem hier afsluiten. Dankjewel, Frank, voor het verhaal. Het was iets langer dan twee sheets, maar het gaf een mooi inzicht. En vooral dat laatste wat je zei, die landbouwpark, de parken als naam, dat levert ook nog wel eens wat weerstand op. Dat hebben we ook gemerkt tijdens onze reis in Barcelona, dat de boeren uit Zuid-Holland ook dachten van allemaal mooi en aardig, maar misschien wil ik wel niet in een park zitten. Dus ik denk dat we dat vandaag bij het panel ook nog wel kunnen bespreken met de boeren uit het grenspark, hoe zij daarover denken. Wilde ik nu Erwin Christis vragen om op te starten. En ook om het een beetje kort te houden, graag. Ja, ik heb twee sheets, beloof ik. Super. Zo, men heeft mij gevraagd om wat tips en ervaringen te delen met onze werking in het grenspark Kempenbroek. Dat is een gebied wat ligt op de plek waar de drie mooie provincies Noord-Brabant en de beide provincies Limburg samenkomen. Het is zo'n 25.000 hectare groot en de afbakening is eigenlijk gebaseerd op de geomorfologie en ligt eigenlijk in de vlakte van Bocholt, een lager gelegen deel aan de voet van het Kempensplateau. Ik heb vandaag al heel veel dingen gehoord die mij heel erg vertrouwd samenkomen, dus de dingen die ik ga vertellen zijn misschien niet wereldschokkend. Maar het feit dat we inmiddels al meer dan 20 jaar in dit gebied samenwerken met meer dan 40 partijen, geeft aan dat ze misschien wel kloppen en werken. We zijn ook, net zoals ik in het grenspark Groot-Zaarting heb gehoord, oorspronkelijk begonnen vanuit een sterke natuurinvalshoek. Maar dat is in de loop van die 20 jaren steeds verder geëvolueerd en steeds meer opengetrokken. En intussen werken wij grensoverschrijdend samen rond verschillende thema's zoals landbouw, recreatie, natuur, erfgoed, klimaatadaptatie en lokale economie en zo verder. Maar ook met een heel aantal betrokken partijen en beleidslagen, beleidsdomeinen, beleidsvelden van Europa tot de wensen en verwachtingen van lokale mensen, van inwoners. En dat lijkt een heel complex gegeven te worden of een heel grote opgave. Maar wij zien er vooral een voordeel in. En nu werkt mijn slide niet. Oké. Wij zien er vooral een voordeel in, omdat je combinaties kan gaan maken die vaak helpen om oplossingen te zoeken voor problemen die vroeger onoplosbaar waren, of om mensen samen te brengen die vroeger niet samenkwamen. Dat is ook iets wat ik in het grenspark heb gehoord. Dat is effectief iets wat werkt.
Nu, de organisatiestructuur van het park, ik ga het niet hebben over onze formele organisatiestructuur, die is net zoals veel andere plekken met stuurgroep en projectgroep en zo verder. Maar wat wij vooral hebben gemerkt in de afgelopen jaren is dat grenzen vooral of alleen bestaan in de hoofden van de mensen en zij zetten die op een kaart. Natuur, landschap, water, dat houdt hier geen rekening mee. En ook dat proberen wij gewoon in onze werking als doelstelling te hanteren. Ook die landsgrenzen, die gemeentegrenzen zijn relatief en in de loop van de geschiedenis heel vaak gewijzigd. En de mensen in het gebied, historisch, hebben zich eigenlijk nooit veel van aangetrokken en hebben eigenlijk die grens continu als een gegeven geaccepteerd waar ze gewoon konden oversteken en waar ze langs de andere kant van de grens hun ding konden doen. Iets wat ik ook gehoord heb in een van de presentaties, groei langzaam. Het is niet omdat wij in die 20 jaar een aantal successen hebben geboekt of andere parken in het gebied in Vlaanderen en Nederland. Dat wil zeggen dat we geen tegenslagen hebben geboekt en dat het soms langzaam ging. Maar dat langzaam groeien heeft ook heel wat voordelen. Het biedt mensen de kans om bij te benen, om ideeën die vaak vernieuwend zijn, om die te accepteren, om die te verwerken. En we hebben ook gemerkt dat samenwerking niet iets is wat lineair is, maar eerder cyclus. Vaak moet je even een stap terugzetten om mensen te laten bijbenen. Je krijgt vaak nieuwe bestuurders, schepen en wethouders die nieuw zijn, die moeten bijgepraat worden, waardoor je sommige processen even moet stilleggen. Mensen die afhaken, mensen die erbij komen. En het is eerder een verhaal van cyclus werken, maar vooral toch blijven doorgaan en vooruit gaan. En vooral, wat we ook geleerd hebben, is heel veel koffie drinken. Overleg, spreken met mensen aan de keukentafel, in kleine groepjes, ook in grote groepen, is enorm belangrijk. Maar dat is waarschijnlijk een open deur intrappen. Maar het is cruciaal, omdat je met mensen werkt, ook al heb je over natuur, over landbouw. Het gaat uiteindelijk over samenwerking tussen mensen. En daarvoor is overleg, en vooral gezellig overleg, enorm belangrijk. Nu, een aantal iconen heb ik over nagedacht. Nu, een van onze iconen is uiteraard ons landschap. Daar zijn we trots op. Het is een heel afwisselend gebied met keurig droge heidegebieden en kletsnatte moerasgebieden. Maar we hebben ook een aantal iconische diersoorten die in het gebied voorkomen. Edelhert, bever enzovoort. Dus dat zijn soorten waar we op willen inzetten, waar we mensen van willen laten genieten, maar waar ook een aandachtige samenwerking nodig is met andere partijen in het gebied. Denk maar bijvoorbeeld aan risico's op verkeersveiligheid of rond verkeer. Maar ook landbouwschade die mogelijk ontstaat. En daar zoeken we ook met verschillende partners in het gebied samen naar oplossingen. Zodat enerzijds die dieren kunnen gebruikt worden als een soort van aantrekkingspool, los van hun biodiversiteitswaarde. Maar anderzijds ook dat mensen die er potentieel last van hebben, op een correcte manier vergoed worden. Maar andere iconen zijn ook onze molens. We hebben in het gebied enorm veel wind- en watermolens staan, die ook in het verleden het landschap en de maatschappij mee hebben vormgegeven of bepaald. We zitten met een grootste grafheuvelveld uit de late bronstijd van Noordwest-Europa. Iets waar we nog te weinig mee doen, maar waar we nu stappen ondernemen om daarmee groots uit te pakken. We zitten met heel wat verhalen, en dat is iets wat je in het landschap vaak niet ziet. Verhalen in de hoofden van de mensen. Het was in historische zin een zeer arme regio op het randje van de Kempen. Geen grootse bouwwerken, geen kathedralen, maar erfgoed, historie die in het landschap verweven zit en die in de hoofden van de mensen zit. En die proberen we intussen terug letterlijk en figuurlijk zichtbaar te maken. En dat is iets wat mensen, inwoners, bezoekers, maar vooral inwoners enorm boeit. Ze zijn enorm geïnteresseerd in het verleden van hun eigen streek. Ik weet niet of dat met de globalisering te maken heeft en dat mensen toch terug op zoek zijn naar dat herkenbare, naar dat eigene. Maar dat is iets waar we dankbaar gebruik van maken om mensen ook te betrekken bij het ruimere verhaal, bij verhaal over natuurontwikkeling, klimaatadaptatie en zo verder. En uiteraard ons grootste icoon, onze vlaai, de Limburgse vlaai, waar we enorm trots op zijn en waar ook een aantal erkend zijn als streekproduct. En een holistbenadering. Daar gaan we ook nu steeds vanuit dat we het landschap altijd als basis gebruiken. Dat we het als een integrerend en verbindend kader zien. Als je het hebt over natuur of water of landbouw, dan heb je vaak conflicten of heb je vaak tegengestelde belangen. Maar al die mensen met die tegengestelde belangen hebben wel één gezamenlijk belang. Namelijk het landschap waarin ze actief zijn, waarin ze voedsel produceren, waarin ze natuur beheren. En dat landschap gebruiken als actief element om uitdagingen aan te gaan, dat werkt. Het brengt mensen samen, het zet mensen aan tot samenwerking. En we willen het ook steeds meer
leidend maken bij ontwikkelingen, bij toekomstige ontwikkelingen, en dan vooral leidend met een kort ei en niet met een lange ei. En het landschap, dat is iets wat eeuwenlang algemeen goed geweest is. In de Kempen waren de woeste gronden, gemeenschappelijke gronden die gemeenschappelijk mochten worden gebruikt, maar waar ook gemeenschappelijk over moest worden gewaakt, dat die in een goede staat bleven. Dus iedereen had een verantwoordelijkheid voor het landschap. En dat is eigenlijk ook nu nog altijd zo. Door landschapsinclusief te denken en te werken, willen we ook iedereen aansporen om die verantwoordelijkheid op te nemen. En vooral ook dat gemeenschappelijke en die voordelen die het landschap ook nu nog voor de maatschappij biedt, weliswaar niet meer als woeste gronden, maar in de vorm van ecosysteemdiensten, om daar samen aan te werken om naar het landschap en de streek een toekomst te geven. Zowel ecologisch, landschappelijk als economisch. En in die zin zijn we momenteel ook bezig met het aanvragen van de erkenning bij UNESCO van UNESCO biosfeergebied. En komen we misschien ook ooit in aanmerking om in Vlaanderen als landschapspark erkend te worden. Dus ook wij zitten met de problematiek dat we binnenkort het veld waar onze logo's staan moeten gaan uitbreiden door al die termen en afbakeningen. Maar het is vooral, zoals de vorige spreker zei, het is vooral een element om projecten mee mogelijk te maken en om wensen en dromen van mensen, van lokale mensen, om die mee te realiseren. En daar wilde ik het op houden. Dankjewel, Erwin. Mooi verhaal. Ook fascinerend om te zien dat je in dat park zowel eigenlijk zegt of aantoont dat een grenspark met al die verschillende instanties waar je dan mee te maken krijgt, verschillende landen, dat dat eigenlijk toch goed kan en dat het niet per se ingewikkeld hoeft te zijn en dat het ook kansen oplevert. En dat je tegelijkertijd ook juist heel erg die nadruk op de community hebt met ook een beetje gezelligheid en die specifieke kenmerken van de regio. Ik denk dat dat heel mooie elementen zijn. Voordat we doorgaan naar Van Gogh Nationaal Park wilde ik één reactie vragen tussendoor van Toon Tessier van het havenbedrijf van Antwerpen. Die moet namelijk ook wat eerder weg. Toon, van wat je tot nu toe gehoord hebt over de verschillende parkconcepten en voorbeelden, wat vind jij nou eigenlijk passend bij het grenspark? Ja, ik zie je niet. Moeilijke vraag. Hallo? Hallo. Ja, goedemorgen allemaal. Mijn excuses dat ik hier niet langer kan bij aanwezig zijn, want ik heb een andere verplichting om 11:30. Ja, we hebben heel wat zaken de revue zien passeren van initiatieven. Ja, elk grenspark zal toch wel een beetje een eigen identiteit moeten ontwikkelen. En wat ik toch wel de luisteraars wil benadrukken, is dat wij, als het over het grenspark Groot-Zaventem gaat, dat wij toch nog in een serieus conflictgebied zitten. Het is te zeggen, dus er wordt vandaag nog heel hard gebikkeld over de ruimte in dit gebied. Het is dus zeker geen walk in the park, om het eventjes met een woordspeling uit te drukken. Dus ik vermoed dat we toch nog heel veel gaan moeten investeren in de binding van de stakeholders aan dat parkidee. Vandaag zijn er namelijk al heel wat stakeholdersgroepen aanwezig, maar die zijn niet gebonden aan het grenspark. Dat maakt het eigenlijk een bijzondere uitdaging om die stakeholders, en ik bedoel dan meer dan de mensen die in het gebied leven, de mensen die in het gebied actief zijn, de landbouwers, die zitten momenteel nog totaal niet in het juiste frame om een grenspark te gaan dragen. Er zijn belangrijke stappen gezet, heel belangrijke stappen zelfs in het kader van het Interreg-project, maar er zijn toch nog altijd een aantal spelers die aan de buitenzijde aanwezig zijn en eigenlijk ook nog niet echt de intentie hebben om in de binnenkant van dat verhaal hun taak op te nemen. Dus we gaan toch Die community die ontbreekt nog een beetje, als ik je goed begrijp. Er is een community aanwezig die een stuk met de rug naar het grenspark staat. We lezen dat in de pers, de publieke opinie, die soms gemonopoliseerd wordt door een aantal partijen. En die kijken daar met een heel sceptische bril naartoe. Dus de grote uitdaging zal zijn om dus de mensen die in het gebied leven, om daar een community rond te gaan beelden. En ons idee is om dat vooral grensoverschrijdend aan te pakken. Waardoor we eigenlijk, laten we zeggen, de mensen die in het gebied leven, de landbouwers die in het gebied actief zijn, dat we die hen proberen via de omweg grensoverschrijdende initiatieven bij dat grenspark te gaan betrekken. En dus een klein beetje uit hun comfortzone te halen, waarin ze momenteel zitten. Een comfortzone die hen eerder op een negatieve manier naar dit gebied laat kijken.
Oké, dat is een heldere boodschap, denk ik, om straks in het panel nog wat mee te doen. Graag gedaan. Joost Schrijnen die gaf dat ook al aan aan het begin van de bijeenkomst. Dankjewel, Toon. En dan gaan we nu door met het Van Gogh Nationaal Park. Veel Ronald succes Trams. Verder. Bedankt. Tot ziens en tot later. Tot ziens. Bedankt. Lea, kan jij Ronalds presentatie op het scherm krijgen? Yes. Do you all see it? Yes. Ja. Ronald, aan jou het woord. Dank jullie wel. Mijn naam is Ronald Krams, werkzaam bij de provincie Noord-Brabant als gebiedsmanager van Gogh Nationaal Park. De provincie Noord-Brabant is een van de bijna 50 partners in die samenwerking, in die beweging. En onze slogan is eigenlijk samenbouwen aan het landschap van de 21ste eeuw. Dus heel erg die maatschappelijke opgave en die verbinding daartussen, die willen we met name aanpakken. We denken zelf dat we echt een zowel nationaal als internationaal onderscheidend verhaal te pakken hebben, doordat we verschillende zaken gebundeld hebben, namelijk een combinatie van drie Brabantse krachten. Dat is aan de ene kant echt die menging, die verbinding, die aaneenschakeling van topnatuur en toplandschap. Samen met het erfgoed van Van Gogh. De landschappen die je nog kunt beleven, de heritage centers die er zijn, maar ook de bouwwerken die je nog kunt zien die Van Gogh geschilderd heeft. En dat alles samen met een tweede economie van Nederland. Zoals je in het volgende kaartje kunt zien, als ik de volgende sheet mag. Is het Van Gogh National Park namelijk gelegen als een soort... natuurgebied tussen de B5, zoals we dat noemen, of Brabantstad. Het is namelijk het gebied tussen de steden Den Bosch, Eindhoven, Helmond, Tilburg en Etten-Leur. Ongeveer een kwart van Brabant. De tweede economie van Nederland. Met daarin 32.000 hectare natuur, waarvan 7.000 hectare Natura 2000. En het gebied is zo tot stand gekomen en zo begrensd, dat het dus echt een combinatie is tussen een stedelijke kenniseconomie, het landschap daartussen, dus eigenlijk een binnentuin, gecombineerd met het erfgoed van Van Gogh. Beleefbaar landschap, heritage centers, maar ook de watermolens die je nog in het landschap kunt herkennen. Die combinatie hebben we in dit Nationaal Park willen vangen. We hebben dus ons gekandideerd afgelopen maart voor een Nationaal Park Nieuwe Stijl. En we wachten op dit moment op een advies van de adviescommissie en ook een advies. En wat de minister van LNV daarmee gaat doen. Mag ik de volgende sheet alsjeblieft. Die waarde van Van Gogh die nemen wij heel serieus. Uiteraard is Van Gogh een heel mooi icoon om internationaal mee te scoren. Maar het is niet alleen maar branding en internationaal neerzetten van Van Gogh. We gebruiken Van Gogh ook als een diepere laag, als een gids voor onze beweging die we in gang willen zetten. Want we willen heel graag die opgave ook met verbeeldingskracht aanpakken. Met liefde voor het landschap, voor de natuur en de mensen die ook zichtbaar waren in de kunstwerken van Van Gogh. En ook onconventioneel. Van Gogh is geboren in Brabant, heeft geleefd in Brabant, heeft veel werken gemaakt in Brabant. En hij maakte die werken in een tijd dat ook in een tijd dat eigenlijk die ook gekenmerkt werd door een enorme transitie, net zoals nu. Hij schilderde eigenlijk het landschap en de mensen van voor die transitie, maar hij was zich heel erg bewust van dat die transitie gaande was. En eigenlijk zitten we in een soortgelijk tijdperk op dit moment. Vandaar dat wij Van Gogh ook echt als gids en inspiratiebron willen gebruiken om die toekomstige opgave, die maatschappelijke opgave, die niet eendimensionaal of puur thematisch zijn, om die met verbeeldingskracht holistisch ook aan te gaan pakken. Mag ik de laatste sheet? Ik zei al, het Van Gogh National Park is wat ons betreft een National Park Nieuwe Stijl en nog in oprichting. Ik vertelde het al, juist ook buiten die Natura 2000 gebieden, tot in het hart van de dorpen, de steden en de mensen.
een samenwerking van 50 partners inmiddels. Van allerlei, van allerlei plumage, van overheden, waterschappen, terreinbeheerders, tot en met ook een bedrijf als Eindhoven Airport. De agrarische sector, alles komt erin samen. We staan echt een systeemaanpak voor. Dus niet een aanpak die deelproblemen oplost, maar die echt probeert op systeemniveau het geheel te verbeteren door ook die verschillende partners aan één tafel te zitten en vanuit het systeem te laten denken. En een aanpak die ik heel erg herken ook in de aanpak die, die in het land van Saaftingen wordt gebezigd, omdat we deze onder andere ook met Kees Anton de Vries gaan samen oppakken. Vanuit een passie, vanuit een trots, in dialoog, in wederkerigheid met anderen en heel erg vanuit de context van de plek ook verweven met de mensen die er wonen. Ik kan er nog heel veel over vertellen. We hebben een ontzettend mooi masterplan gemaakt waarin we onze ambities, ons uitvoeringsprogramma en onze missie hebben verwoord. Maar ik dacht, ik heb 7 minuten, dus voor nu laat ik het hierbij. Dank voor het delen. Dankjewel Ronald. Dank voor dit verhaal ook. Kort en krachtig, dank je daarvoor. Nogal één vraag. Ik vind het heel interessant hoe je dat eigenlijk de kern van, of een van de kernen van het Van Gogh Nationaal Park benoemt als transitie. Een transitie zowel in het landschap en de mens, die Van Gogh ook vastlegde. In het grenspark zie je dat ook heel sterk. Dat is eigenlijk heel erg in ontwikkeling en in transformatie. Zowel wat de economie en de mens betreft als het landschap zelf. Je ziet dat ook heel erg terug in die foto's van Theo Baart die in de atlas staan van het grenspark. Ook die haven heel erg naar voren komt. Maar ook de landbouw, ook de natuur die eigenlijk gemaakt wordt daar. In ontwikkeling is. Kan je ook vanuit jullie eigenlijk recente ontwikkeling van de opbouw van het Van Gogh Nationaal Park. Je zegt ook zelf, het is nog in oprichting. Kan je van daaruit ook tips geven aan het grenspark van misschien valkuilen bij het oprichten van zo'n park waar je op moet letten? Kan je iets specifieker zijn wat je bedoelt met valkuilen? Nou, misschien iets wat jullie ervaren hebben bij het oprichten. Het neerzetten van het concept of juist de instrumenten in het beleid waarvan je zegt, nou, dit is wel een les die geldt eigenlijk ook voor andere regio's die een park willen oprichten. De eerlijkheid gebied te zeggen dat we zijn pas een aantal dagen eigenlijk opgericht. De stichting Van Gogh Nationaal Park bestaat pas sinds 1 januari jongsleden. Ook een samenwerkingsovereenkomst voor de jaren 21 tot en met 23 is onlangs vastgesteld. Dus ik kan nog nauwelijks valkuilen benoemen. Behalve dan dat ik in de aanloop heb gezien dat er vooral heel veel enthousiasme was en energie was bij 50 eigenlijk hele verschillende partijen die normaal misschien tegenover elkaar staan om dit project samen op te pakken. Omdat ze allemaal zien dat ze elkaar nodig hebben. De boer heeft de terreinbeheerder nodig, de terreinbeheerder en de boer hebben de waterschapper nodig. Ze hebben de gemeente nodig, de provincie nodig. Dus het is vooral een ontzettend energieke beweging. Waarin we tot nu toe eigenlijk alleen maar heel veel medewerking en enthousiasme zien om hieraan bij te dragen. En nu wordt het inderdaad de kunst. Binnen wat voor type concept passen we? Is passend bij het Van Gogh Nationaal Park, waardoor er inderdaad deuren open gaan voor financiering, voor samenwerking, et cetera. Dat is met name het traject waar we nu de komende 3 jaar in gaan. Dus ik kan nog weinig valkuilen noemen. Dat is wel heel sterk trouwens. Jullie zijn dus nog maar net officieel opgericht. Maar wij hebben eigenlijk het gevoel dat jullie er al best wel een tijdje zijn. Want het merk is zo sterk. En ook de branding. Ja. Dat is denk ik wel iets waar ook van geleerd kan worden. Nee, we hebben inderdaad vanaf het begin af aan ook om de. En daar helpt zo'n icoon als Vincent van Gogh natuurlijk wel heel erg bij. En ook het feit dat je deze aanpak meteen ook met 5 grote steden en de terreinbeheerders en de ZTO en de waterschappen doet. Ja. Dat het een hele krachtige beweging is. We hebben inderdaad erg ingezet op wie we willen zijn, wat we willen bereiken. Met filmpjes, met heel veel beelden ook. En inderdaad, het klopt. Dan merk je dus dat anderen denken dat je er al helemaal bent en dat je al helemaal functioneert. Maar eigenlijk zijn we nog heel erg in oprichting. En
Ja, maar tegelijkertijd beginnen we ook niet opnieuw, want we zeggen ook heel vaak, het is er al. Ik zag ook een vraag in de chat voorbij komen over het Groene Woud. Eigenlijk is Van Gogh National Park een doorontwikkeling van Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen, Nationaal Landschap Groene Woud. En dat neemt de omgeving van Breda er ook bij, omdat daar nou eenmaal ook dat erfgoed van Van Gogh aanwezig is en ook het bekersysteem nadrukkelijk aanwezig is, wat een van de dragende onderleggers is. Maar we gaan gewoon door met de netwerken die zeg maar onder de paraplu van Van Gogh National Park al bezig zijn. Dus we zijn eigenlijk tegelijkertijd aan het doorontwikkelen en tegelijkertijd zijn we maar net pas opgericht. Ja. Klinkt goed. Dankjewel Ronald voor je bijdrage. Graag gedaan. We gaan zo naar een korte pauze toe, zodat iedereen even wat te drinken kan pakken, naar het toilet kan gaan, benen kan strekken. Voordat we dat doen, wilde ik nog even Richard vragen om kort te reageren op wat we net hebben gezien. Is je iets opgevallen? Ja, zeg even kort. Ja, we hebben straks nog een heel panel, vaak, hè? Maar even, en wat viel je op? Ik heb echt heel geboeid zitten luisteren natuurlijk. Wat me opvalt is dat ik veel gelijkenissen zie, maar dat het ook wel maatwerk is natuurlijk voor elk gebied. En wat ik bijvoorbeeld bij Ronald opmerkte was die identiteit, hè, dat hij daarover spreekt. En wat wij hebben ervaren volgens mij als je het over identiteit hebt, en zeker in een gebied waar wij werkzaam zijn, die sociale relaties zo verstoord zijn, hebben wij heel erg gemerkt dat juist die identiteit trekt het open. En brengt mensen juist bij elkaar, omdat ze zich daarin herkennen. Dus die vond ik wel mooi, Ronald. En ik denk dat Van Gogh, natuurlijk iedereen in Brabant is trots op Van Gogh. Dus wil iedereen daaraan meewerken, zoiets. En bij ons is het landbouw natuur, wat we heel erg uit de regio hebben opgehaald. Dat opent gewoon deuren. En Toon, wat Toon net aanhaalde, dat er toch nog een hele wereld valt te winnen. Je moet ergens gaan beginnen. Erwin... Ja, dat vind ik heel mooi, die verantwoordelijkheid, die gedeelde verantwoordelijkheid die voor dat landschap is. We kennen Erwin, hè? We zijn een beetje collega's als grensparken. We zijn bij Erwin en zijn we gestart als het ware met het grenspark om daar eens op bezoek te gaan. En ik vraag me dan wel af waarom dan inderdaad het beestje een naam geven. Dat voel ik heel erg, het moet of een biosfeer dit of een landschappark dat. En dat gaat natuurlijk niet meer over identiteit, dat gaat over geld. Dus dat denk ik, ja, daar zijn wij ook heel erg mee aan het vechten. Daarom hebben wij ook expres gekozen voor die 5 jaar die we nu ingaan, dat we de beweging verder willen zetten, dus die integrale aanpak, maar nog niet denken over een rechtspersoon en over grenzen en waar eindigt het, want dan gaan we het echt niet redden. Dat is een beetje het gevoel. Ja. Bij Frank, ja, dat landschapspark, dat vind ik heel erg mooi, hè? En dat hij dan zegt van dat het perspectief biedt voor de landbouw, dat vind ik ook wel een mooie. Hè? We denken allemaal aan nationale parken, maar waarom niet die landbouw ook op een podium zetten? Als we in Zeeland over parken praten, dan gaan de deuren bij de landbouwers vaak dicht. Dus die herkende ik ook wel. Dus ja. Waarom geef je hun eigen park niet? Even met alle respect. Hè? Van Jan vind ik heel erg interessant dat daar in het buitenland die ervaring, dat we die kunnen delen en ook met die producten en die kwaliteiten. Ik denk dat we in het grenspark hele mooie producten hebben die we in de stad verderop een plek kunnen geven. Ja, daar gaan we over 3 weken over verder praten. Hè? Dat wordt een hele sessie die daarop gespitst wordt. Ja, dus dankjewel Richard voor je kernpunten. Ik stel voor dat we tot 11:40 pakken voor even pauze. En dat we dan met z'n allen weer hier terug zijn voor het panel. Ja. Dus hebben we nog 6 minuten om even iets te doen. Okay. Tot straks.
Goed, we gaan zo weer beginnen. Ik zie dat de chat ook lekker vol staat met allerlei tips en linkjes en vragen. Gaan we jullie met jullie ook nog delen, naderhand. Dat is handig om te hebben, denk ik. De tweede helft van het programma ziet eruit als een paneldiscussie, waarbij jullie vanuit de deelnemers ook mee kunnen praten. Dus wordt dat interactiever. We hebben een heel mooi panel waarin echt precies die drie-eenheid van het grenspark naar voren komt. Namelijk met één iemand namens de haven, Dorien de Kouter. Eén iemand als boer, Harm van Hoeven. En één iemand die namens de natuur kan spreken. Dat is Bob van Dessel van Zeeuws Landschap. Jullie zijn er allemaal, hoop ik. Ja, ik zie Harm, ik zie Bob. Dorien zie ik nog even niet. Oh ja, zie ik wel. Heel goed. Ja, jullie zijn dan nog gemute met z'n drieën. Dus als jullie de microfoon aan willen zetten, dan kunnen we jullie ook horen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Dorien. Wilde ik meteen bij jou beginnen, Dorien. Wat is jouw reactie vanuit de haven? Dus deze parkconcepten aanhorend en de overwegingen, de dilemma's. Wat is je eerste reactie? Ik denk dat voor ons als haven en voor mij, zeker aangezien dat ik werk als milieudeskundige, dat we vooral naar een verhaal willen dat op alle punten duurzaam is. Niet alleen vanuit het oogpunt van de haven, maar dat die dialoog wordt geopend met stakeholders en dat de haven ook mee aan tafel zit in een dialoog. Om zowel binnen landbouw als binnen natuur ook mee te gaan helpen om met een bottom-up approach te gaan kijken naar een oplossing die dat voor iedereen werkbaar is. Ik kan me voorstellen dat het ook wel eens spannend kan zijn. Het boek van Chris van der Stoop in gedachten, dat de haven is niet voor iedereen misschien de vriend geweest altijd, vooral bij de landbouw. Nee, dat klopt zeker. Dat is vanuit ons oogpunt geen aangenaam boek om te lezen. Allee, de perceptie is zeker correct. Hè? Maar ik hoop dat nu op een andere manier aangepakt wordt en dat we het roer kunnen omdraaien. Hè? Dat lijkt me heel goed. Harm, kan je daar meteen op reageren vanuit de landbouw? Want kijkt de boer daar tegenwoordig ook wat anders tegenaan in het gebied? Ja, ik heb er daarnet ook over na zitten denken toen Toon even... In beeld. Zou je iets harder kunnen spreken of je geluid iets harder kunnen zetten, Harm? Ik heb daarnet ook even zitten denken toen Toon aangaf dat het moet een beetje omgedacht worden. Het is natuurlijk wel, ik heb grensparken gezien zojuist in verschillende presentaties. Daar werd er vanuit het gebied, daar was al Van Gogh bijvoorbeeld. En dat waren dus de iconen waarmee gewerkt werd. Maar wij beginnen met, ik durf het bijna niet te zeggen, met een valse start. wij beginnen eigenlijk met een valse start. We zijn natuurlijk met de ontpoldering van de Hedwiggepolder begonnen. Dat is natuurlijk, er is hier en daar toch wel een beetje, er zullen toch mensen ook in de landbouw moeten gaan schakelen in die zin. En wat houdt die schakeling dan in? Een breder verdienmodel, dus misschien ook met toerisme bezig of andere teelt? Ja, ik zit zelf als landbouwer niet in het grenspark, voor de duidelijkheid. Ik heb een boerderij op Saamslag. Saamslag ligt net buiten het grenspark. Ik ben bestuurslid van de ANV Groene Oogst, de Agrarische Natuurvereniging Groene Oogst. En het grenspark ligt daar wel in ons werkgebied. Daar hebben wij al een project gedraaid, het Bruine Kiekendief project. Dat staat hier op de achtergrond, het fotootje van de Bruine Kiekendief. En van daaruit hebben wij al best wel wat gedaan met natuur en landbouw en dergelijke. We zijn op zoek geweest naar wat extra biodiversiteit in bepaalde gewassen. Die pilots die we nu gedraaid hebben de afgelopen 3-4 jaar, die proberen we nu op te gaan schalen naar een vorm van een biodivers
bouwplan, een biodivers Zeeuws bouwplan, waarbij streekproducten zoals bruine bonen en vlas, dat is ook een product wat veel geteeld wordt in de streek, bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om, die kunnen goed gebruikt worden om die biodiversiteit extra te stimuleren. Misschien kan Bob daar meteen even op inhaken, dat die combinatie van natuur en landbouw en de haven. Hoe is dat nu bij het Zeeuws landschap eigenlijk geregeld? Merk je dat er echt grotere veranderingen aan de gang zijn, Bob? Ja, daar wil ik heel graag wat over zeggen. Eerst excuses dat ik zo laat pas mee ging doen. Dat kon echt niet anders. Wel even met Richard overlegd of het desalniettemin zinnig was dat ik toch nog nou even met de panel meedeed. En nou, dat was zo. Vandaar dat ik hier zit. Zeker. Normaal zit ik er vanaf het begin bij. Die vraag van jou, ja, die speelt bij ons heel relevant. Kijk, die drie pijlers, die zijn er al. Die waren er altijd al. Er was natuur, er was haven, er was landbouw. En wat Harm zegt, de start voor dit grenspark was geen hele fijne. Was een valse start. Wij zijn vanuit Zeeuws Landschap wel steeds meer gaan zien dat de winst, het mooie wat bereikt zou kunnen worden, zit in dat middenveld tussen die drie dingen die er al zijn. Als de samenwerking tussen landbouw, haven en natuur, als die verbeterd zou kunnen worden, dan kan er tussen die drie van alles gebeuren. Dat betekent dus, iedereen heeft een gelijk en niemand heeft het gelijk aan zijn kant. Dat geldt voor ons ook niet. Als wij, en ik weet dat wij wel de naam hebben, dat wij het gelijk wel eens menen te hebben. Voor ons betekent het dat wij wel een gelijk hebben, maar niet het gelijk. En dat wij dus met andere partijen echt in gesprek moeten om te kijken waar we elkaar kunnen vinden. Want daar is volgens mij de ziel van het grenspark vorm te geven. En daar zit denk ik ook de meerwaarde voor de stakeholders, voor de recreatie, voor mensen in het algemeen. Dus in die zin zitten wij er eigenlijk in toenemende mate open in om met de andere pijlers te kijken wat er tussen de pijlers allemaal kan. En wat houdt dat dan in voor het concept van zo'n park? Betekent dat dat je eerder voor een of een ander concept zou moeten kiezen? Hier wreekt zich dat ik het voorgaande niet gehoord heb. Dus ik weet niet precies welke concepten over tafel zijn gegaan. Dus... Ja, nee, dat is dan... dat is even zo dan. Maar ja. Onder andere hebben we bijvoorbeeld over landbouwparken gehad die natuurlijk vanuit de landbouw zelf gedacht zijn. En het behoud ook van die functie en het stimuleren daarvan op een andere manier. Mm-hmm. We hebben het ook gehad over bijvoorbeeld biosfeerparken en internationale UNESCO-parken. Waar meer grote financieringstromen kunt aanboren. En die ook een wat bredere invulling hebben. Mm-hmm. Maar misschien komen we daar vanzelf nog op. De rest van de deelnemers heeft natuurlijk ook meegeluisterd. Wat ik jullie in ieder geval alle drie nog even wilde vragen is van eigenlijk gebaseerd op die sheet die Jan Willem liet zien over dus de verschillende verhoudingen van grondgebruik in zo'n park. Even voor Bob ook. Dat was een grafiekje over landbouwparken in Barcelona. Mm-hmm. En daar had je verschillende smaken in. Dus sommige die zetten meer in op economie. En die hadden dan bijvoorbeeld 60% voor de landbouw en 30% voor andere functies. Jan Willem probeert iets te delen. Maakt niet uit. En andere parken die hebben misschien maar weer 10% boeren. En misschien wel 60%. Dankjewel Jan Willem. Dus dit zijn die verschillende smaken waarbij je dus verschillende verhoudingen hebt in landbouwfunctie, ecologische functie en de sociale functie. En daaronder valt bijvoorbeeld recreatie of andere activiteiten die je kan hebben als gemeenschap daar. Dankjewel Jan Willem. Dus aan jullie de vraag, misschien kan Dorine even beginnen. Wat is nou de ideale verhouding in het grenspark? En is dat de huidige verhouding of gaan we eigenlijk toe naar een andere verhouding? Ik denk dat de huidige verhouding zeker een goede start is. En ik denk dat het fout is om te denken dat we moeten naar zoveel mogelijk harde natuur.
En het Landbouw Innovatiefonds is een mooi voorbeeld daarvan, denk ik, waarin dat we gaan proberen om toch op de landbouw die dat er nu al is in te spelen, om daar een meer biodiverse manier van werken te gaan integreren. Waarbij dat we zeker in het achterhoofd willen houden om dat op maat van de landbouw te gaan doen en dus niet top-down iets te gaan opleggen of top-down zoveel mogelijk natuurkerngebieden te gaan aanleggen. Want dan denk ik dat we niet correct bezig zijn. We hebben ook afgelopen jaar het Kreken en Dijkenplan opgesteld. Allee, niet de haven alleen, hè. Dus dat is binnen het grenspark, daar wil ik ook eventjes duidelijk over zijn. Waarbij dat er meer water in het gebied geïntegreerd kan worden tussen de landbouwpercelen door, om dus inderdaad naar die drie-eenheid te gaan, hè. Dus het is zeker niet de bedoeling om naar één van die drie partijen zwaarder te laten doorwegen. Harm, hoe denk jij daarover? Denk je als boer van, ik wil eigenlijk toch een zo groot mogelijk areaal hebben, anders dan kan ik niks? Of zie je juist wel wat in die combinatie? Ja, de kracht zit hem in de combinatie, denk ik. Ik heb zojuist ook naar een sheet gekeken. Daar zag ik de stad op de achtergrond en het park lag er bijna middenin. Dat hebben wij natuurlijk hier ook. Als je een birdsview pakt, dan heb je dus de landbouw, het park ligt dan, laat ik zeggen, aan de voorkant. En dan kijk je naar de achterkant en dan zie je de stad Antwerpen. Daar hebben wij als landbouw een enorme potentiële afzet. Dus daar zou je gebruik van kunnen maken. De verbinding tussen de drie eenheid. Ja, landbouw is natuur, zeg ik altijd. Daar begin ik altijd maar mee. Ook zeker met een kreken- en dijkenplan. Dat verbindt ook alles aan elkaar. En er ligt natuurlijk een potentieel in het grenspark in deze regio. Met het Zaaftingen, met de Schelde, de 800.000 inwoners of misschien wel een miljoen. Er is potentieel genoeg in deze regio. Ja, je noemde ook al de nieuwe teeltmethodes, hè, die wat meer over biodiversiteit ook gaan. Dus je ziet als het ware een vermenging tussen landbouwfunctie en natuurfunctie. Bob, gebeurt dat ook als je het hebt over de haven? Dus als het ware de natuurfunctie in de haven. Of moeten we dat echt toch als die drie eenheid toch wat meer als aparte dingen zien? Nou, idealiter zeker niet. Ik ben het helemaal met Harm eens. Het zit hem in die verbinding. Dus als ik percentages aan belang zou moeten geven, dan zou het een derde en een derde en een derde zijn. Hoe je dat dan vertaalt naar hectares, dat is dan misschien weer een ander verhaal, maar dat heeft ook meer te maken met de huidige situatie dan met wat anders. Wij zien het zo dat je hebt het Verdronkland van Saaftingen ligt daar. Nou, die Hedwige komt daar dan straks bij. Dat zijn echt natuurgebieden. Die moet je natuurlijk ook echt als natuurgebied beschermen en mooi houden. Dat is ook een belangrijke trekpleister voor het grenspark. Daar komen heel veel mensen juist op af om naar het gebied te gaan. En daar liggen dan dus kansen. Op het moment dat je dan een natuurgebied zou hebben en een haven en een landbouw met weinig verbinding en weinig overgang, dan denk ik dat mensen teleurgesteld worden als ze komen, want dan valt het tegen. Juist als je die drie naar elkaar zou kunnen trekken en bijvoorbeeld het krekenplan kijken of je toeristen of mensen die komen naar het gebied om dingen te doen ook een hele leuke beleving kunt geven buiten Saaftingen, dan zit daar denk ik de winst. Ik ben nog niet zo lang in functie, dus op de vraag hoe ik dat zie met de haven, daar heb ik minder beeld bij dan hoe ik dat zie wat samenwerking betreft met de landbouw. Omdat wij, dat doen we in meer gebieden, hè? Dat doen we ook op Schouwen, Burgsluis, dat doen we bij Groede. Dat kan heel goed werken, dat kan een win-win worden. En dat kan hele goede resultaten opleveren, zowel landschappelijk als voor de biodiversiteit. Het samenwerken op deze manier met havens, ja, dat is voor ons ook nieuw. Dus dat is een nog nieuwere zoektocht dan de verbindingen gaan zoeken met landbouw.
Begrijp ik. En in de globaal in de verhouding, hè, moet het dan een derde zijn? Waar gaat het naartoe? Ja, qua wat belang, jou betreft. Qua belang en belangrijkheid zeker. Ja. Qua hectares, ja, dat vind ik dan eigenlijk ondergeschikt. Dat hangt ook af waar je de grens van het grenspark trekt. Dus dat vind ik minder interessant. Ik denk dat we op voet van gelijkwaardigheid en gelijke belangen die verbinding moeten gaan zoeken. Dat is volgens mij cruciaal, want daar zitten de kansen. Ja. Rob van Aarschot die vraagt net in de chat, wat is nou precies de focus? Dat is wel iets waar je met alle betrokkenen iets over moet gaan zeggen. De belangen gaan afwegen. Rob, wil je dat nog even toelichten? Ja. Nou, ik heb gewerkt aan Park 21 in Haarlemmermeer, maar ook als programmamanager in de metropoolregio Amsterdam voor het landschap. En als je naar die twee kijkt, dan zit daar een enorm duidelijk verschil tussen. Park 21 is een geografisch afgebakend gebied met een duidelijke doelstelling. En daar hebben we gewerkt met internationale deskundigen op het gebied van leisure. En hun eerste vraag was van, ja, wie zijn nou je doelgroepen? En hoe zit je systeem in elkaar? En wat is je verdienvermogen? Hoe ga je dat nou precies doen? Wat voor mij echt een andere vraag is dan in de metropoolregio kijken naar de optimale ruimtelijke kwaliteit en de afwegingen die je maakt vanuit het landschap met een hele hoop andere partijen. Dus die focus die je aanbrengt in die gebiedsontwikkeling is essentieel voor hoe je je tot alle partijen verhoudt. En wat ik nu eigenlijk tegenwoordig wel te veel zie, is dat we vanuit het landschap proberen om met iedereen goede vrienden te blijven, zonder dat je het perspectief waarbinnen je dat doet helder hebt. En dan ben je uiteindelijk altijd de partij die aan het kortste eind trekt. Ja, dat lijkt me zeker. Ik zie ook dat Frank in parallel in de chat een hele discussie op gang heeft gebracht. Frank, wil je daar even wat over samenvatten of toelichten? Ja, vooral vertrekkende vanuit de tabel die Jan Willem schetste. Ja, als je daar de slotsommetjes neemt in elk van die drie kolommen, dan kom je bij 100 natuurlijk. Ja. De vraag is of dat per se nodig is. Ik denk, het is net door slimme combinaties te maken dat je misschien door de drie op te tellen, dat je niet tot 100 komt, maar tot 120 of 150 of iets dergelijks. Ja. Een landbouwgebied dat op een bepaalde manier wordt uitgebouwd, kan ook ecologisch belangrijk zijn. Wordt geen topnatuur misschien, maar is ook niet altijd nodig. En ook omgekeerd, uit natuurgebied kan je ook bepaalde opbrengsten halen. En dan kan ook een landbouwgebied kan een leisuregebied zijn. Ja, in de haven van Rotterdam trekken we heel veel toeristen uit Duitsland die dat prachtig vinden. En dan heb je ook wilde natuur, dus dat kan ook. Ja. Maar dan kom je misschien tot een slotsom die 120 of 150. Ik denk dat dat ook de uitdaging is om ervoor te zorgen dat je dat kan bereiken. En dat laat, dus staat niet in de weg dat er bepaalde stukken dan toch nog strikt natuur zijn en andere strikt landbouw of wat dan ook. Maar ja, ik denk dat die combinaties die kunnen wel tot meer dan 100 leiden. En ja, dan lijkt me juist ook wel voor mij is dat toch een van de basisfilosofieën van welk park het ook dan mogen zijn, een voedselpark, een landbouwpark, en weet ik veel. Maar om daar net heel slim gaan over na te denken met al die, dus een woord dat ik vandaag ga stelen van jullie, de stakeholders. Het is net door die bij elkaar te brengen dat je misschien tot meer win-wins kan komen. Ja. Gewoon bekijken in onze regio hoe wij nu proberen te zeggen aan de landbouw, kijk, als je iets meer in verweving met natuur werkt, dan zou dat wel eens kunnen dat je daardoor net meer draagvlak krijgt bij de bevolking, zowel in de regio zelf als in de stad, en dat je daardoor gewoon ook een economisch model hebt dat veel sterker is dan datgene waar dat je nu in zit van die wereldmarkt van een soort industriële landbouw. Ja, en dan heb je win-win-win. En ja, daar denk ik moet slim over nagedacht worden. Het woord slim is hier in de chat ook al een paar keer gevallen ondertussen. Klopt. Kijk, ik zie ook het woord regio-deal vallen in de chat. En dat heeft er natuurlijk ook heel erg mee te maken. Misschien is er iemand die vanuit de Nederlandse overheid, vanuit RVO, LNV of BZK even
wil reageren hierop. Want het gebied is ook een NOVI-gebied, hè, een Nationaal Omgevingsgebied, uitwerkingsgebied. Ja, ik ben van BZK. Hè, en wij financieren samen met LNV natuurlijk die regio-deal. En nou, wat ik nou de kracht vind van hoe jullie het doen, is dat er gewoon een heel duidelijk perspectief ligt. Hè, met concrete voorstellen voor waar je in zou willen investeren. En daardoor kunnen wij als Rijksoverheid heel snel schakelen als er geld ligt, bijvoorbeeld plotseling op de plank. Hè, zoals bijvoorbeeld bij die regio-deals. Wij vinden het ook belangrijk dat het een soort logisch verhaal is in een bredere context. Dus we zijn bijvoorbeeld heel erg aan het kijken of we Zeeuws-Vlaanderen en de Gentse regio niet echt heel erg als één samenhangend gebied kunnen ontwikkelen. Hè, waarbij alle kernen één samenhangend netwerk vormen, waar het landschap de onderlegger van is en ook de drager van die kwaliteit. Want ja, met alle respect, de haven van Gent-Terneuzen bijvoorbeeld is toch een wat verpauperd gebied. Dus daar, dit kerngebied is gewoon een enorme parel en een start om die hele kwaliteit van het hele gebied op te krikken. En dat zou je gewoon steeds verder door moeten zetten. Dus ik denk dat jullie al supergoed bezig zijn en dat ons dus dat heel helpt om snel te schakelen. En ik denk, het is gewoon een zaak dat we vooral veel die samenwerking constant zoeken. En ook daarom is het heel goed van de Vereniging van Delta Metropool dat ze dit gebied nu er zo uit lichten. Dus zo'n concept, dat helpt gewoon enorm. Ja, dus complimenten voor het gebied, dat is mooi. Heb je ook nog iets informatie over die regio-deal? Ook voor onze Vlaamse collega's die misschien niet weten wat daaronder verstaan wordt. De regio-deal, dat is eigenlijk een manier van de Nederlandse overheid om zeg maar te investeren in het vergroten van de welvaart en welzijn in gebieden. En dat doen we vraaggericht. Dus we vragen aan de regio's waar ze behoefte hebben. Dan kunnen ze projecten indienen en die worden al dan niet gehonoreerd. Nou, dus we hebben een aantal cyclussen al gehad van regio-deals. Maar dat is eigenlijk één van de financieringsinstrumenten die we als Rijksoverheid aan de Nederlandse kant hebben. En ja, daarom hebben we ook nu in dit gebied geïnvesteerd in die toeristische structuurversterking eigenlijk. Hè? Ja, dus dat, vinden we belangrijk. Wij willen ook heel graag van jullie leren over hoe we de hele transitie van de agrarische sector vorm kunnen geven. En wat ik heel erg nu in het gesprek voor mij duidelijk wordt, is dat het is natuurlijk natuurcompensatie voor de haven. En de agrarische sector zit er als een partij en een systeem tussen. Ik denk dat eigenlijk de focus, ik zou zeggen als ik dit verhaal zo hoor, van leg de focus op de agrarische sector en kijk hoe je die maximaal kunt ondersteunen in de transitie die zij zouden moeten maken, zowel ten behoeve van natuur als ten behoeve van de haven. Hè, zodat zij, met alle respect, het havenbedrijf is toch de sterkste partner. Hè? En het compensaat en het natuurgebied is gewoon ook van hun eigenlijk. Dus ik denk dat zij en de boeren hebben het best wel lastig. En die transitie is een grote opgave. Dus ik zou een appel doen van havenbedrijf, help de agrarische sector en laat ons als overheid ook helpen. Oké, dankjewel Anita. Doreen, valt dat in goede aarde bij jou, zo'n appel? Zo'n oproep. Zo'n oproep. Ik ben blij dat we het Landbouw Innovatiefonds afgelopen jaar hebben opgestart, dus dat we daar een goede respons op hebben. Nu, bevelen om de landbouwers in onze omgeving allemaal mee in die transitie te stappen, lijkt mij ook geen goed idee. Er zijn uitfaserende landbouwers die dat graag op hun manier blijven verder doen. Die mensen wil ik zeker niet verplichten om allemaal mee aan strokenteelt te gaan beginnen of om harde maatregelen te gaan opleggen. Dat lijkt mij niet de manier van werken die dat daarvoor geschikt is. Maar met Landbouw Innovatiefonds proberen we juist vanuit de landbouwer zelf te gaan vragen wat is er voor jullie interessant
Zijn er nieuwe dingen waar dat jullie mee willen experimenteren? En daar wordt er budget voor voorzien op basis van een businessplan dat op voorhand goed uitgerekend is. Dus ik denk dat de sterkte is dat er aan de landbouwers zelf wordt gevraagd waar dat zij naartoe willen en dat er iemand ter beschikking staat om op voorhand dat goed door te rekenen, zodat ze verantwoorde keuzes maken en dat we dat op die manier toch ondersteunen. En daarbij wil ik ook nog graag eventjes vermelden dat we vooral voor instandhouding naar de Landbouw Innovatiefonds kijken en dat het niet de bedoeling is om het Landbouw Innovatiefonds kijken op basis van vrijwilligheid. Voor compensaties is dat een ander verhaal. Dus we gaan eerder voor instandhouding op basis van die vrijwilligheid met de landbouw samenwerken. Ik ben dus helemaal voor vrijwilligheid en ik ben helemaal tegen opleggen. Dus als ik die indruk heb gewekt, dan neem ik dat direct terug. Dus ik denk wel van gewoon echt kijken hoe de agrariërs als beheerders van het landschap en van dat hele gebied, hoe je die maximaal kunt ondersteunen en wat zij dan nodig hebben. Dus dat zou ik echt, bijvoorbeeld in de bufferzones, Rijksbufferzones vroeger, hè, die stonden ook onder druk van de stad. Ja, daar hebben we ook een landinrichtingsinstrumentarium ingezet, want zij werden steeds, vandaar bij hun werd steeds gebied afgekalfd voor de verstedelijking en die stonden dus onder druk van die verstedelijking. En daar hebben we gezorgd dat zij gewoon zeker gesteld werden dat hun gronden niet afgepakt zouden worden. En daar hebben we een landinrichtingsinstrumentarium op ingezet. Nou, in dit geval is het anders. Hier wilde die agrarische sector misschien meer naar een natuurinclusieve landbouw. Dat is voor iedereen goed, denk ik. En zij staan misschien steeds onder druk van een uitbreidende haven. Dus ik denk van, ja, je moet eigenlijk kijken waar die... Dat weet ik niet hoor, maar dat zou ik me voor kunnen stellen. Dus ja, ik denk, je moet heel erg kijken van wat de agrarische sector nodig heeft, denk ik, in dit gebied. Ja, dankjewel. Joost Schrijnen, jij kent dit gebied ook erg goed, hè? Zeeuws-Vlaanderen en de Zuidwestelijke Delta. Hoe kijk jij hier tegenaan? Ook de schuring die er natuurlijk is bij het vormen van zo'n park en alle belangen daarin. En de grenzen die daarin een rol spelen. Ja, ik mijn hoofd puzzelt een beetje. Als je het boek De Sterke Man van Saaftingen leest, dan begint het met het begrip dat Oost-Zeeuws-Vlaanderen bijna een eiland was. Namelijk een grens met Vlaanderen of België. Een Westerschelde waar je niet overheen kon, zeker niet in de oorlog. Een grens met West-Zeeuws-Vlaanderen, want West- en Oost-Zeeuws-Vlaanderen waren gescheiden werelden. Dat is alvast wat. Hè? Vervolgens is het begrijpelijk dat door die grenzen dit de achterkant van Antwerpen is en de achterkant van Nederland. En dat betekent dus heel veel. Dus het is niet zomaar even een kwestietje, begrijp je? Dus de manier waarop de meeste Nederlanders naar Zeeuws-Vlaanderen kijken is heel negatief. En dat is volstrekt ten onrechte. Dus dat is heel, ik begrijp het wel, maar het is heel erg, laten we zeggen, ten onrechte. Nou, ik vind het vraagstuk dus zoveel lagen hebben, dat je die vraag naar die ene identiteit, die heeft tijd nodig, denk ik dan. En dat zie je ook aan het boek van Dit is mijn hof, hè, dat is een pijnlijk boek. Omdat er heel veel dingen niet waar zijn die daar geschreven worden. Ik ken bijna alle mensen die daar in dat boek voorkomen. En ook de landbouwers. En dan denk ik, jeetje, we zijn wel erg bezig met elkaar. Hè, terwijl het een prachtige roman is, hoor, daar is helemaal niks mis mee. Maar dus die geschiedenis is nog lang niet voorbij. Hè? Dus de tijd hebben om dat netwerk op te bouwen en daaruit toch een identiteit, dat gun je dit gebied. En daar hoort dus denk ik bij die driehoek. We hadden dus een driehoek over de haven, natuur en de landbouw. Er moet iets met die grote stad. Er ligt een enorme grote stad. Dat is een van de belangrijkste steden in onze delta. Antwerpen heet die. Hè? Dat is niet zomaar iets. Dus dit moet eigendom worden
niet van Zeeuws-Vlaanderen, maar van Antwerpen in een positieve zin. In plaats van in een negatieve connotatie. Zoals het in het verleden was, doordat het eigendom was van het havenvraagstuk. Ja, je zoekt eigenlijk naar een stad-landrelatie waarbij de inwoners van Antwerpen ook eigenaar op een nieuw worden. Op een nieuw niveau. En daar is heel veel voor nodig. Daar ben ik me heel erg bewust van. Nou, er is één voorbeeld wat ik wil aanhalen. Dat is het voorbeeld van Ronald Krams. En dat is niet zijn huidige project, maar zijn vorige. Waterpoort. Waar hij een soort netwerk van kleine initiatieven heeft opgebouwd. Door zijn persoonlijke rol als verbinder. En dat is voorbij alle bureaucratie. Dat is echt. Hij heeft alle bureaucratie mogen loslaten, terwijl die wel door de bureaucratie werd betaald. En dat is echt een heel bijzonder voorbeeld van hoe die een totaal... West-Brabant is een negatieve connotatie, hè, in Brabant. Dus Tola is een negatieve connotatie in Zeeland. En hij heeft die dingen aan elkaar gemaakt. Nou, dat proces mag je rustig 10, 15 jaar voor nemen. Iemand gebruikte het woord verbinder. Ik weet niet of Frank het was. Maar ja, vond ik een heel mooi woord, Frank. Dus waar zijn de personen die vrijgesteld zijn om te verbinden? Nou, enfin, het is te veel, het heeft voor mij nog te veel lagen. Oké, dankjewel voor je toelichting, Joost. Ik herken trouwens wat je zegt, dat er tussen die partijen heel wat wrijving benoemd wordt steeds in het gebied. Maar ook dat het gebied zelf heel erg een schoonheid en ook een hechtheid kent. Mijn ouders die zijn opgegroeid bij Hulst. En nou, dus kijk eens aan. Dan ken je het, ja. Ik herken helemaal wat je erover zei. Het is prachtig. Zeker. Mette, mag ik even wat toevoegen aan de discussie? Ja, kom erin, Richard. Want ik krijg een beetje... dat komt omdat ik er heel mee begaan ben natuurlijk, maar ik krijg een beetje kromme tenen. Want ik denk dat wat Joost zegt is heel waar, maar ik denk juist dat er in dit gebied in 4 jaar tijd die stappen zijn gezet en het is nog niet klaar. Maar we hebben wel een ronde tafel waarbij de haven, de landbouw en natuur en andere organisaties aan tafel gaan zitten. En de komende 5 jaar dat gesprek aangaan. Dus ik denk dat we wel stappen hebben gezet. Maar hoe is het nu om de volgende stappen te zetten? Hoe ga je dan inderdaad die stad bereiken? Dat zijn de vragen waar wij nu mee zitten. Hoe gaan wij dan die stad-land verbinden? Hoe krijgen wij die afzet van die boeren in die stad? En dat zijn allemaal... wat we ook in die regio-deal gestopt hebben, dat we die stappen verder willen zetten. En daar hebben we eigenlijk jullie hulp bij nodig in dit netwerk van oké. We hebben al heel veel voorbeelden gekregen. Maar ik denk dat we wel al wat stappen verder gezet hebben, zoals Joost dat schetst. En we kennen het gebied nog en ik merk het heel vaak over de Hetwiegenpolder. Dan gaan de 35 deuren dicht, maar we zijn al wel eens verder. Dus we hebben wel al in dat proces... En ik noem het altijd zelf, die sociale innovatie, die hebben we hier al wel vastgepakt. Ja. Anders denken, anders doen, anders organiseren en anders framen. En dat framen hebben we echt gedaan vanuit de identiteit van het gebied. Dat heeft al die mensen wel bij elkaar gebracht. Maar nu is het de volgende stap. En hoe doe je dat? Ik ben het helemaal met je eens hoor. Ik ervaar het ook zo, hè? Dus dat jullie die stap hebben gezet. En ik wijs hoogstens naar Ronald Krabs, maar dan niet vanuit zijn Van Gogh Park, maar vanuit zijn Waterpoortervaring, hoe hij het netwerk heeft opgebouwd. En hoe dat netwerk ongehoord geleerd heeft van zichzelf om betekenisvol te zijn. En niet alleen op institutieniveau, maar juist op het niveau van ondernemers en individuen. En dat is echt, ja, ik heb dat zelden in Nederland ervaren, maar bij hem is dat gelukt op Waterpoort. Ja, maar goed, dus jullie zijn al heel erg bezig. Ja. Maar in hoeverre is dit gebied dan echt sociaal-economisch een onderdeel van die Antwerpse regio? Ik bedoel, is daar überhaupt interactie? Of is het echt meer een onderdeel van Hulst? Dat vraag ik me af dan. Ja, ik denk dat er toch wel een bepaalde barrière in mobiliteit zit. Wat het hele havencomplex ertussen zit. Maar misschien kan iemand uit het panel daar even op reageren. De infoketen waar Pieter Jan nu zit, is vanuit Antwerpen heel vlot bereikbaar hoor. En daar lopen ook. Er is ook net een nieuw wandelknooppunt netwerk gelanceerd. Kijk, waar goed dat om tijdens te horen. Corona zo verschrikkelijk druk was dat er was gewoon geen parkeerplaats meer. Dus ik denk dat de stad de weg naar.
naar het grenspark wel vindt, maar het kan zeker geen kwaad, ook en binnen het grenspark met de dingen die dat er op potten worden gezet. Nu ben ik ervan overtuigd dat dat nog verder gaat worden uitgebouwd. En waterverbindingen, dus bootjes vanuit het Antwerpse centrum naar het grenspark, is dat al een optie? De waterbus... ik weet niet of je met de waterbus in het grenspark ver genoeg raakt, maar dat moeten we misschien eens bekijken. Ja, de waterbusverbinding loopt tot Fort Liefkeshoek, een van de oude beschermingsforten rondom Antwerpen, wat al beversgrondgebied ligt. Maar dat is nog altijd 18 kilometer met de fiets. Het unieke is daar dat je doorheen een actieve haven kunt komen, maar er zou nog wel een dichtere aanmeerpoort zou tof zijn. Daar dromen we van in onze ambitie. Maar daar moeten we ook rekening houden dat er daar containerreuzen voorbij varen die niet zo op 1, 2, 3 kunnen stoppen voor een waterbusje die passeert. Dus dat is nog een afweging voor de toekomst. Is het allemaal dagrecreatie of is er ook verblijfsrecreatie? Dus mag je dat gebied ook occuperen als Antwerpenaar? Kun je misschien delen kopen of zo? Daar zijn we nu nog niet mee bezig, maar we zien wel dat er de B&B's in het gebied sterk in ontwikkeling zijn. En daar proberen we ook de ondernemers in te begeleiden van het passend met de omgeving te doen. Dus oude boerderijen of landbouwers die deels ook B&B doen. En niet nieuw in eerste lijn de Sunparks of Centerparks binnentrekken. Dus eigenlijk passend bij de regio proberen we te werken. Dat is een uitdaging natuurlijk. Ook dat is weer een verbindend werk, denk ik, dat we proberen te doen. Maar als je gewoon in Grauw gaat kijken, dat ligt er dus echt in. Hè? Dat ligt een prachtig klein dorpje. Ik was er vorige twee weken geleden nog om daar bij een boer iets te kopen. En dan zie je dus dat ik daar niet alleen sta als Hollander, maar er staan allemaal Belgen om me heen die daar huizen hebben, die daar wonen. Dat is dus een laten we zeggen, ik hoop dus dat in culturele en fysieke betekenis dat enorm gaat groeien. Dat is echt aan de hand. En er zijn dus prachtige plekken. Dat vind ik het mooie van dat concept van nu. Dat hele gebied onderdeel kan zijn van dit denken. En dat kost tijd, zeker. Maar het is eigenlijk bezig. Kan een van de boeren of ondernemers in en om het gebied hierop reageren? Ik wil daar wel op reageren. Ik heb nu een tijdje zitten luisteren. Ik heb een aantal dingen... leefbaarheid. Dat heb ik nog niet heel veel voorbij zien horen komen. Maar ik vind leefbaarheid... als je leefbaarheid hebt in een regio... dan komt de rest ook. Dat is wel heel belangrijk dat we die blijven accentueren. En als boer zelf heb ik... Ik kan wel iets doen voor de leefbaarheid met een akkerrand. En ik kan het landschap... daar kan ik rekening mee houden. Maar leefbaarheid, dat vind ik wel iets waar we straks misschien ook nog over verder moeten. Als landbouw kunnen zijn wel gebiedsbepalend. En als wij samen met de haven of met de provincie of met gebiedspartners, net zoals Staatsbosbeheer, als wij samen iets op kunnen zetten, dat is wel een impuls voor heel de regio. Als ons idee is om nu een biodivers bouwplan te gaan ontwikkelen, waarbij we ook de gebiedspartners kunnen betrekken. En als je dat voor elkaar krijgt, dan werk je vanuit het gebied. En dat is wel de bottom-up, dat is wel de bedoeling. Ja, helder. Voordat we naar een afronding toe gaan straks, wilde ik nog één vraag stellen aan alle drie de panelleden. Dat is een eenvoudige vraag, maar ook wel een essentiële. Namelijk, wat is nou dat voor jullie, elk van jullie, dat unique selling point van het grenspark? Dus dat kan een object zijn in het landschap, dat kan een product zijn uit de landbouw of iets anders, een dier, een plant. Bob, wat denk jij? Nou, voordat jij voorbeelden gaat noemen van wat ik zou kunnen zeggen, zag ik echt die drie pijlers vormen. Ik vind het heel bijzonder om vanuit Saaftingen de haven te zien leggen. Of vanuit de dijk in één blik
landbouw te zien, de haven op te zien doemen, prachtige natuur te zien. Dat vind ik het unique selling point. Ik heb nog niet nagedacht of ik dat in één beest of in één plant of iets dergelijks kan samenvatten. Maar dat vind ik het hele bijzondere aan het gebied. En daar moet een nieuwe balans in gevonden worden, maar het moet wel een balans blijven. Wat wij in al onze gebieden zien, is dat door corona de belangstelling voor natuur en natuurbeleving is enorm toegenomen. Dat is natuurlijk fantastisch, want daar doen wij ook al decennia ons best voor. En nou gaat het ineens vanzelf. Misschien wel een beetje too much, want ineens begint iedereen te klagen dat het te druk wordt in al die gebieden. Dat is een punt van zorg. Kijk, dat is het lastige met een verdronken land van Saaflingen. Daar moet je wel echt goed oppassen, want dat moet je houden. Dat is natuurlijk een belangrijke kern van de aantrekkingskracht van het gebied. Daar kun je dus niet te veel compromissen mee sluiten. Daar kun je geen huisjes in bouwen of weet ik het wat. Dat moet je gewoon niet doen. Maar het is ook een enorme kans als de belangstelling vanuit de Antwerpenaren op een vergelijkbare manier toeneemt als wat wij in de rest van Zeeland zien. En je weet daar een balans in te vinden, dan helpt dat natuurlijk wel enorm om dynamiek en gebiedsontwikkeling in te brengen, waardoor er allerlei dingen mogelijk waren, die mogelijk worden, die vroeger niet mogelijk waren. Dus het fine-tunen van die balans, dat is eigenlijk de unique selling point en de opgave. Ja, en dan moet er dus meer zijn dan alleen maar de drie losse pijlers. Ja. Dan moet juist daartussenin, moet genoeg te beleven zijn, en dan misschien met de waarschuwing dat je geen Maduro Dam wil worden, met alleen maar dagtoerisme, hè, waar mensen komen en s'avonds weer naar huis gaan. Want dan komt het met die voorzieningen ook niet echt beter natuurlijk. Ja. Dat bedoel ik met een nieuwe balans zoeken. En kansen en mogelijkheden zijn er dus enorm. Maar zorgvuldigheid is om die reden ook wel echt geboden. Dankjewel. Harm, ik kan me voorstellen dat jij ook, net als Dorien, misschien ook wel al die drie die dingen leuk vindt. Maar kan je toch iets noemen waarvan je zegt, van, dit vind ik nou echt, hiervoor komen mensen naar het grenspark? Of zouden ze naar het grenspark kunnen komen? Ja, het is een heel gevarieerde regio. Je komt binnen, laten we zeggen, via de Westerschelde-tunnel. Je rijdt vanaf de industrie vanuit de Neus en rij je zo een potentieel groen hart. Het hart ligt niet in het midden, maar het ligt aan de oostkant. Maar er is natuurlijk in het grenspark de potentie genoeg als landbouw voor lokale afzet en korte ketens. Dat vind ik wel iets heel belangrijks waar we echt aan moeten gaan werken en waar potentie ligt. Even kort, ik heb nog over de heer Schrijver, hij had het over het gebied. West-Zeeuw-Vlaanderen en Oost-Zeeuw-Vlaanderen. West heeft zijn toerisme, midden heeft zijn industrie en Oost. Ja, Oost zou het grenspark kunnen krijgen, of heeft het grenspark. En dat moet je echt op de kaart zien te zetten. Ja, dankjewel. Dorien, heb je een favoriet? Ik heb absoluut een favoriet, maar mijn antwoord bestaat uit twee pijlers. Vanuit mijn job ga ik moeten antwoorden dat ik absoluut ontroerd ben door de passie van de landbouwers. Want de businessplannen die wij hebben binnengekregen met Landbouw Innovatiefonds waren echt heel innoverende ideeën waar dat iedereen... en zo divers, dus, dat heeft echt iedereen heel enthousiast gekregen. Dan zou ik zeggen, de landbouwers die dat echt willen meewerken aan die transitie. En privé is aan de infoketen de eerste keer dat ik een blauw bordje heb gezien. Dus zou ik eerder antwoorden dat de vogels in het gebied ook zeker de moeite waard zijn om voor te stoppen. Dankjewel. Ik zal die van mij ook nog eventjes noemen snel. Ik vind die kreken echt fantastisch. Die vol lopen en weer leeg lopen. En daar kan ik echt de hele dag naar kijken. Met alles wat er omheen zit natuurlijk. En dan natuurlijk die koeltorens van Doel op de achtergrond. Ik vind het fantastisch. Onze tijd zit er helaas alweer bijna op. Volgens mij zijn we nog niet klaar mee met het onderwerp. Maar dat hoeft ook niet. Want er komen nog volgende bijeenkomsten aan. Over 3 weken hebben we nog een kennisbijeenkomst. Die zal gaan wat specifieker over de innovatie in de landbouw. Korte ketens, waarbij Jan-Willem van der Schans ook weer komt kijken en meepraten. Gaat over de logistiek daarvan. Dus hoe organiseer je die ketens, afzetkanalen, gebiedsmerken, coöperaties en branding.
Dus met, jullie zijn allemaal ook uitgenodigd om daar weer bij te zijn. 4 februari ook weer donderdagochtend, dezelfde tijd. En dan wilde ik nu het woord geven aan Richard om toch een soort wrap-up te doen van vanmorgen. Ik kan natuurlijk niet alles samenvatten, maar misschien een enthousiasmerende boodschap richting de volgende bijeenkomsten die we nog gaan doen. Ja, nou, ik wil het Delta Metropool team bedanken voor dat ze dit voor ons georganiseerd hebben. Heel fijn. En ons ook in verbinding hebben gebracht met dit prachtige netwerk. En ik wil ook alle sprekers en iedereen die hierbij aanwezig is geweest bedanken. Want jullie leveren ons een enorme input en ervaring die wij zo goed kunnen gebruiken. Dus dank daarvoor. Welkom in het netwerk, hè, voor jullie. Ik vind het ook heel tof dat jullie nu ook weer inspiratie aan ons bieden. Ja, en ik vind altijd als jullie die kaart laten zien, dan staan wij daar ergens grensparkje tussen die grote metropolen. En als wij zeggen, nou, wij leggen dicht bij Antwerpen, dat is een metropool. Dan gaat Antwerpen altijd, nou, wij zijn een havenstad. Maar ik denk dat het wel een metropool is. Maar ik ga ervan uit dat jullie zeker nog een keer naar het gebied komen. En als ik zelf het gebied inloop en je komt vanuit je kantoor, ik ben provinciaal ambtenaar, we kennen het allemaal, we zitten heel veel achter een beeldscherm. En dan denk je, waar ga ik aan beginnen in dit gebied en wat komt er allemaal op je af? Zodra je uitstapt bij onze infocate, dan krijg je een boost, energie, dat je zegt, we gaan daarvoor. En dat is wat dit gebied brengt. En ik denk dat we juist in dit gebied, waar die sociale relaties zo verstoord zijn geweest, dat dan weer te zien herstellen. En dan met die tips van jullie, om dat een plek te kunnen geven vanuit die identiteiten die we echt wel beter hebben gepakt. Want zelfs wat vanuit die provincie Zeeland heel erg belangrijk wordt gevonden, vanuit identiteitsgerichte gebiedsontwikkeling. Ja, denk ik dat we jullie zeker nog gaan uitnodigen en proberen dit nog verder te zetten. We gaan in maart ondertekenen. Dus ik hoop jullie zeker nog laten we zeggen na de zomer uit te nodigen om naar het gebied te komen. We hebben in de Prosperpolder een fantastisch jeugdcentrum liggen. Daar slapen we dan wel op stapelbedjes. Maar ik denk dat het de beleving zeker waard is om daar een weekend aan te koppelen. En dan nog eens een keer echt die expertise van elkaar nog eens een keer goed te kunnen delen. En een plek te geven. En dat we daar dan gewoon een heel mooi weekend van gaan maken. Dat lijkt me echt geweldig. Kijk ik nu al naar uit, Richard, om dat te gaan doen in het gebied zelf. Ja, ik denk dat onze panelleden daar graag ook een rol in willen spelen en zorgen voor de juiste excursie in de haven, met denk toch wel de boot. Dat Bob ons meeneemt richting het verdronken land met de laarzen aan en de modder ingaan. Zeker. Dan zeker dat Harm ons appels gaat laten proeven en dat soort achtige zaken met bruine bonen, dat jullie nooit meer gaan vergeten. Met bruine bonen, ja, van Harm, van zijn boerderij. En de bestuurders van de ministers van Nederland willen in het kader van het BO Meert ook naar Zeeland komen. Hè? En, dus ik dacht, misschien is daar nog wel ook winst te behalen. Ja, ik merk dat er toch veel aandacht is voor het gebied om te komen, om te kijken. Het is met name die horizontale aanpak. Wij zeggen altijd, we doen het niet bottom-up, we doen het niet top-down, maar juist horizontaal. Want dan kun je alleen die sociale relaties of elkaar kunnen gaan begrijpen als je het samen doet. Want anders blijft het toch langs elkaar heen werken. Ja. Tot slot wil ik ieder van jullie bedanken voor jullie inbreng. Ook de deelnemers, maar zeker ook de panelleden van vandaag en de sprekers van vanmorgen. Hartelijk dank. Ik denk dat het heel inspirerend was. Over en weer is wat uitgewisseld, geleerd. Ik heb in ieder geval weer wat nieuwe dingen opgestoken. Dank ook het Grenspark voor dat jullie de gast heren wilden zijn vandaag. En ik wilde ook misschien Harry aan het eind nog even vragen. Heb je namens Staatsbosbeheer een tip voor ons waar we nu nog even kunnen wandelen waar het niet al te druk is? Ja, hij doet het? Ja. Ja? Kijk, dat is vragen naar de bekende weg, Merten. Kijk, wij zeggen altijd, je moet van de natuur genieten, maar je moet het vooral ook overal doen. Ga vooral niet met de auto, maar ga lopend of fietsend en mijd de pieken.
Ik bedoel, dat is volgens mij de beste maatregel in coronatijd. En als we dat doen, vroeg uit de veren. Dan kunnen we allemaal van de natuur genieten, zowel dichtbij als wat verder weg. Gaan we doen. Jullie allemaal bedankt. Van harte welkom ook volgende keer 4 februari. Meld je aan bij Feline. En dan zien we jullie graag weer. Fijne dag verder. Yo, dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. Deel. Oh ja.